Zag ik je lopen en ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oeh. Was erbij ineens zo goed. Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen en het voelt goed. Het eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, was er bij ineens zo goed, oeh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Was er bij ineens zo goed.
en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? En ik dacht, dat zo bij je niet zo. Ja, en dan gaat het echte geweld beginnen. De eerstejaars beginnelingen achterveld, wat nu net gestart is. En in eerste instantie zouden daar de drie toppers van gisteren van het eerstejaarsveld in liggen. Gias, Skull en Vidar. Maar Gias is dus niet gestart. En Proteus, die eigenlijk in de tweede voorwedstrijd zou starten, die is even opgeschoven. Dus in baan 3 hebben we nu Aaspos liggen. In baan 4 ligt Skull. In baan 5 ligt Vidar en baan 6 wordt gevuld door Proteus. Ja, en het is op dit moment aan de leiding in ieder geval niet Aaspos de Vliet, want die hebben een vrij slechte start gehad. Het was even wat stuurproblemen. Het werd een beetje gezellig onderling daar midden in de baan tussen de ploeg van, volgens mij was dat Skull en de ploeg naast hen van Vidar. En Proteus die komt ook nog een klein beetje zichzelf daarbij melden. Ziet u het dichtst bij ons onder de wal, daar links in beeld. En Vidar en Skull die voeren op dit moment wel de leiding aan. Drie voorwedstrijden hebben in totaal. Dat betekent ook dat die twee ploegen, Skull en Vidar, die nu toch ook weer elkaar een klein beetje aan het opzoeken zijn. Zo lijkt het op de beelden in ieder geval. Die gaan richting de A-finale met Vidar op dit moment al de eerste plek. Ja, Vidar op de eerste plek. En Vidar die inderdaad gisteren die mooie tweede plek, die wel zwaar bevochten tweede plek heeft gehaald in het eerstejaarsveld. Waar ze inderdaad lange tijd voorop lagen, maar Gias toch op het laatste moment daar nog langs zij schoof. Ja, Vidar met Ludo van den Nieuwelaar op de boegplek. Ludo van den Nieuwelaar, oud-jeugdroeier van, jawel, de Roosendaalse. Daar is die vereniging uit West-Brabant weer. Waar er toch verrassend veel junioren vandaan komen. En hij zit nu dan op dat moment op de zware achterboeg. En hij ziet voor zich een heleboel grote, brede mannen die zo hard mogelijk onder water aan het stampen zijn. Zo hard mogelijk aan het stampen zijn op de manier zoals Susanna Chase dat heel graag ziet. Want die is inmiddels wederom eigenlijk teruggekeerd bij Vidar. Vidar uit Tilburg, daar coachten ze al een aantal jaren, de voormalige bondscoach en de dame achter de successen van de vrouwen achter in 2012. En nu dan na een sabbatical van ongeveer anderhalf jaar is ze daar weer terug in Tilburg en het gaat toch wel redelijk hard. We zien halverwege dat Skull zogenaamd aan de leiding zou gaan, maar wij kunnen toch wel heel graag duidelijk concluderen dat die leiding niet meer in handen is van de heren van de Jan Vroegopsingel, maar dat Vidar uit Tilburg op dit moment op 1 ligt en Skull duidelijk op een tweede plaats. Ja, en Vidar die is al geruime tijd langs Skull geschoven. En ja, mijn inschatting maken, denk ik niet dat ze dat inderdaad gaan verliezen. Deze mannen die werken goed samen. Ze zetten inderdaad dat blad er gewoon in. En die grote, zware mannenbenen, die zetten ze eronder. Inderdaad, die boterham met pindakaas, die hebben ze zich vanmorgen goed laten smaken. En die geeft hun nu de broodnodige energie om die 2 kilometer te ver volmaken. Ja, 1500 meter die naderen we op dit moment en de voorsprong. Nou, bijna een lengte al voor de 8 van Vidar. Precies 1500 meter gehad. En het is inderdaad, nou, op een tafje na is het een lengte voorsprong voor Vidar op Skull. En daarachter dan wel een gapend gat hoor. Naar die ploeg van Proteus. Die eigenlijk dus in voorwedstrijd nummer 2 ten tonele had moeten verschijnen. Maar eentje is opgeschoven omdat Gias niet is komen opdagen. Waarom weten wij helaas niet. Dat gaan we zeker nog even proberen te achterhalen. Maar wij weten wel dat Proteus en Aaspos de Vliet, daar kunnen we een streep door gaan zetten, Gabe Mensinga en Ida Heineman. Want die komen er niet aan te passen in deze eerste voorwedstrijd. Nee, dat is inderdaad heel erg jammer. Hun is de B-finale ten deel, maar dat zou ook kunnen zijn, want alleen maar de 2 tijdsnelste vierden zullen in de B-finale mogen komen. Maar misschien dat die promotiecode enigszins is aangepast natuurlijk, nu Gias niet aan de start verschenen is. Dus daar kunnen we niet helemaal zeker over zijn. Maar wat we wel zeker weten, dat is dat de derde plek en waarschijnlijk de Sproothuis terug te zien is in de B-finale vanmiddag. Ja, voor mij is in ieder geval wat ik op mijn schermpje zie van Time Team. Niet op het blaadje zie ik dat de promotiecode nog steeds hetzelfde is. 1 en 2 naar finale A en 3 en 4 door naar finale B. En dat zijn dan Vidar en Skull zoals we net al zeiden. En dat geeft ons gelijk even de ruimte om, terwijl die ploegen steeds dichterbij komen schuiven en nog zo'n 100 eremeters te roeien hebben, om door te kijken naar die tweede voorwedstrijd. Daar zetten wij een streep door Proteus, want die hebben we net al niet goed genoeg zien roeien in voorwedstrijd nummer 1. En dan zeggen we dus, gaat het Laga
Balkas, Saurus of Teta worden die zich bij dit tweetal van Vidar en Skull voegt voor de finale avond later deze middag, Gabe? Ja, nou en dan zou ik toch mijn geld in eerste instantie inzetten op die ploeg van Laga. Gisteren dus vierde. En ik denk dat zij in ieder geval de beste papieren hebben. Maar ja, weet je weet het natuurlijk nooit. Het is eerstjaars roeien. Er kan nog een duweltje uit een doosje. En misschien die hoge hoed waar je het net over had. Wordt daar nog wel echt iets uit getoverd? En is het een van de andere ploegen die daar zo aan het langste eind trekt? Maar als ik nu een beetje naar de beelden kijk die wij op dit moment weer zien. Die mooie 63-10 camera foto's. Dan is het toch Laga inderdaad hoor. Die al op de 500 meter een geruime voorsprong heeft genomen op de rest van het veld. Ja, daar zet ik er wel gelijk een disclaimer bij hoor. Want gisteren was dat ook het geval. De finale Laga ging heel hard van start. En die laatste 500 meter, het was een kaart aan huis waar je u tegen zegt. Want dat was wat er bij Laga gebeurde. Die grote sterke mannen uit Delft stortten helemaal in elkaar. En moesten uiteindelijk met de vierde plek genoegen nemen. Terwijl ze zo lang op plaats nummer 1 lagen. Of in ieder geval meededen voor de winst in het klassement. We hebben het daar uitgebreid natuurlijk gehad over Flavio Garrisi. De man met de Italiaanse naam die gewoon Nederlands spreekt. Volgens Bart Smorenburg, onze collega commentator van Roei Radio. Maar er zijn natuurlijk nog zeven andere mannen in die boot die bijdragen aan de snelheid. En lagen inderdaad op de eerste plek 1:27.59 na 500 meter. En daarachter gaan. Heb jij goed kunnen zien wie daarachter op de tweede plaats lag? Nou, ik vond het lastig om te zien. Maar het is in ieder geval Saurus en Teta die dus inderdaad om die laatste finale plek aan het strijden zijn. En nou, ik moet wel zeggen, die Saurus ploeg, ze zijn wel heel erg aan het vlaggen hoor. En dat zie je dus eigenlijk ook wel in bootsnelheid vertaald. Ze kunnen die boot gewoon niet doorversnellen. En het is nu inderdaad Teta die hard aan het opkomen is en zakt Saurus steeds verder naar achter en worden ze misschien zelfs nog wel door Focas opgezwolgen als zij niet uitkijken en niet nu heel snel beginnen met snellere plaatsen. Ja, Saurus gisteren derde in de B-finale van de eerste jaar zware achten. En daar voor hen, lag, of achter hen moet ik zeggen, lag die acht van Focas. Dus die hadden al een soort van achterhoedegevecht gevoerd gisteren in de kleine finale van de eerste jaar zware achten. En zij weten natuurlijk dat een ploeg als Laga vierde in die eerste jaar zware achtenstrijd gisteren. En ook een ploeg als die van Teta, die de B-finale wist te winnen, eigenlijk een maatje te groot zijn gaan. Ja, nee, die zijn een maatje te groot. En het lijkt er inderdaad ook op dat jij een beetje gelijk begint te krijgen voor wat betreft die Laga ploeg hoor. Want als mijn ogen mij niet in de steek laten, dan lijkt het toch wel op alsof Teta in deze beginnende regen, die helaas toch net is begonnen, hard aan het opkomen is ten opzichte van die Laga ploeg. Het ziet er ook gewoon beter uit het roeien wat Teta laat zien. Het is gelijker, het is veel meer op die eindhaal en veel minder zoals de mannen van Laga, die mijn inziens toch een beetje te hard voorin zijn. Ja, maar op dit moment nog steeds wel aan de leiding gaan. 3:00.84 was het na 1000 meter en ze zijn er nog niet voorbij hoor, die illustrerende Teta-mannen, die lichtgevende acht roeiers die uit het Eindhovense komen, die allemaal een gloeilamp op hun hoofd hebben geschroefd en dan zijn ze in het donker goed te zien. Dat is een beetje hoe ze dat doen daar in Eindhoven. Maar ze hebben in ieder geval wel een geruime voorsprong op Saurus en ook helemaal op Focas, die de hekkensluiter is in deze tweede voorwedstrijd van de zware beginnelingen achten. Na 1500 meter gaat op dit moment aan de leiding, terwijl de ploegen het beeld het inkomen geroeid, nog altijd, nee, inderdaad, Teta is er voorbij gekropen. Nu op de eerste plek na 1500 meter voor Laga. En zou er nog een verrassing mogelijk zijn? Gaat Laga weer zo instorten zoals gisteren? En gaat daar een Maastrichtse 8 van profiteren, Gabe? Ja, dat moet pijn doen, hè. En die mannen moeten dat nu wel weten te verwerken. Dat ze inderdaad aan hun linkerzijde die Teta-ploeg zo hard hebben zien opkomen en langs zij zien schuiven. Dat moeten ze wel nu weten om te zetten naar vechtlust en vooral niet weglust door zeg maar wat te doen, maar echt het samen met elkaar op te pakken en die boot door te versnellen. Maar toch, als ik het hier zo een beetje gadesla vanuit de toren, dan ziet het er gewoon veel frisser uit bij de mannen van Teta.
Ja, zeker bij Terta, maar ik zag net ook een flinke spetter met water opspatten daarbij die ploeg van Laga daar aan de overzijde. Het water wordt inderdaad wat knobbeliger, de wind is aangetrokken. Het is nu harde wind meegeworden, daar heb ik het idee. Dus dat zou snelle tijden op kunnen gaan leveren. Maar dat betekent ook voor wat onervarener roeiers, zoals die eerstejaars zware achter, die toch al niet van hun techniek moeten hebben, dat ze een beetje gaan vlaggen, een beetje water gaan scheppen en ook af en toe een mishaaltje maken. Stauris gaat er in ieder geval niet aan te pas komen. Daar kunnen we ook een streep door zetten. Zij gaan zich niet mengen in de strijd voor de plekken 1 en 2. En dus de strijd voor de finale plaatsen van later deze middag. Dat gaat gewoon Laga worden en Terta. En eigenlijk is de enige vraag, Gabe Mensinga, heeft Laga nog een klein eindschot in de benen en in de armen en in de rug? Of is het toch gewoon Brabant voor en Zuid-Holland na? Ja, opgeven kun je in ieder geval niet noemen. Ze zijn er tot het einde heel hard voor aan het strijden. En we hebben de schade inderdaad beperkt weten te houden. Waar ze inderdaad een half tafje achter lagen, is het een beetje opgelopen tot een derde bootlengte. Maar zij gaan in ieder geval door naar de finale. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze na die finale nog even een klein dansje stelen van een van die kismissen. Ja, de regen begint nu echt neer te dalen en dan moeten we ook gelijk maar een huishoudelijke mededeling doen. Want een grijze Peugeot 308 met kenteken 8KPZ19, die moet misschien even naar zijn auto terug gaan, want daar staat het raam nog van open. En als het dan begint te regenen, ja, dan zouden toch zomaar die dure sportstoelen die er ongetwijfeld in zitten, die zouden zomaar nat kunnen worden. Dus de grijze Peugeot 308 met kenteken 8KPZ, dus Karel Pieter Zacharias 19... Of die zich even snel naar zijn auto wil spoeden om de ramen dicht te gaan draaien. En laten we dan ook vooral maar hopen dat de roeiers die nu weer in de baan zijn, de derde voorwedstrijd van de zware beginnelingen achter, dat die ook er goed aan gaan draaien. Want we zagen net in de start even misgaan bij Njort midden in de baan. Kleine verrassing gisteren toch, Njort in de voorwedstrijd. In de B-finale konden ze niet overtuigen. Maar dat ging even helemaal scheef gaan. Ja, ze hadden eventjes een klein stuurprobleempje. Jessica van den Heuvel die heeft ter nauwe nood haar boot in de baan gehouden. En nou ja, ze zijn nu goed op weg. En als we dan kijken op de 500 meter, dan is het eigenlijk nog opgelijnd. De mannen die zijn niet ver bij elkaar weg te varen. En ze zitten allemaal binnen anderhalve seconde. Anderhalve seconde voor die achter, dat is niet veel meer dan een derde bootlengte. Ja, een derde bootlengte en dat is gewoon overbrugbaar. Dat hebben we eigenlijk in de afgelopen twee voorwedstrijden hebben we dat al gezien. En ook in de wedstrijden daarvoor, tussen skifjes, tussen vier zondertjes, tussen alles wat we tot nog toe hebben zien passeren in de drie uur dat de wedstrijd alweer bezig is ongeveer. En we zien ook vooral dat het heel erg spannend is daarvoor in. En als we dan kijken naar de uitslagen van gisteren, dan moeten we natuurlijk rekening houden met die ploeg van Njort, want die had een goede voorwedstrijd in die voorwedstrijd van de eerstejaars zware achten gisteren. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met zo'n ploeg van bijvoorbeeld Egir. Misschien dat die zich herpakken, dat ze op een zaterdag gewoon een slechte de wedstrijd varen en op zondag het juist goed doen, terwijl het water aan het opspatten is bij de KZV en ik het idee heb dat er een halve snoek geslagen werd daar midden op het water. Laten we ook vooral kijken naar die ploeg die daar een beetje in baan nummer 3 aan het bivakeren is, waar we toch meer van moeten verwachten, Nierhuis uit Amsterdam. Ja, met die blauwe schuit moeten ze toch echt proberen hun eer van Amsteldijk moeten ze dan verdedigen. Het lijkt er ook op alsof ze dat
aardig doen. Euros ligt tot op heden op de 500 meter. Inderdaad zijn zij als eerste doorgekomen. Maar op de 1000 meter is het compleet veranderd hoor. Op de 1000 meter is het Neerhuis die uit het veld is weggeschoven. En is de rest op een gegeven moment op een bootlengte gaan liggen. Die liggen nog redelijk gelijk. Dus het gaat nog heel spannend worden om die tweede plek. Wie er uiteindelijk dus die laatste plek in die A-finale gaat krijgen. Nou, Neerhuis dat het tot nog toe niet een echt gelukkig seizoen doormaakt. Maar gisteren wel vijfde werd in de A-finale van de eerste jaar zware achter nog voor Argo, de winnaar van de varsity, die verrassende winnaar van de varsity. En nu dan Neerhuis in deze voorwedstrijd van de zware beginnelingen achter aan de leiding halverwege 1000 meter gehad. Nog zo, nou ik zou zeggen 900 meter te gaan. En ik heb het idee dat Njort een klein beetje aan het opschuiven is. Dat de KZV met slagman Jorik Verduin en Niels Boonstra, dat zij langzaam het ritme gevonden hebben dat nodig is om door dat veld heen te schuiven. En dan laten ze Euros, Egier en de Pelargos Maas combinatie laten ze dan achter zich. Maar de strijd is nog niet gestreden, dames en heren. 3-0-7-10 was volgens mij die tijd die Njort halverwege liet noteren. En dat is nog steeds niet snel genoeg om te kwalificeren voor de A-finale. Nee, dan zullen ze toch echt eventjes een schepje erbovenop moeten doen. Een schepje bovenop en misschien ook nog een kleine aanmoediging van de stuurvrouw is nodig om toch wat verder op te schuiven om die finale plek veilig te stellen. Het is op de 1000 meter inderdaad, ziet u nu op het scherm, was het inderdaad Njort die net voor Egier leidt. Egier die normaal gesproken wel lekker roeit met wat minder goed weer. Gewoon omdat we dat gewend zijn in het noorden. Maar ze kunnen op dit moment nog niet echt imponeren in deze voorwedstrijd. Wie dat op dit moment wel tot op zekere mate te doen, dat is Neerhuis die nog steeds een boot los ligt. En het is inderdaad de KNZV die hier samen met Euros gaan vechten om die laatste plek in de finale, want Egier heeft de aansluiting toch echt verloren. En daarnaast is het dus Pelagos de Maas die ook niet weet te imponeren. Ja, de combi Den Haag-Rotterdam, dat is kennelijk ongelukkig, waar Lex Immers altijd nog wel vanuit Den Haag naar Rotterdam wilde gaan en daar toch een fatsoenlijk balletje wilde schoppen voor Feyenoord. Is dit toch een wat minder gelukkige samenwerking tussen de twee verenigingen en is Pelargos niet in staat om potten te breken in deze derde voorwedstrijd van de zware eerstejaars achter Egier? Nou, daar kunnen we ook wel een streep doorzetten, denk ik. 4:45-96, niet snel genoeg. En wie gaat er dan naar die finale? We zagen op 1500 meter dat Euros toch het voordeel van de twijfel kreeg, maar in onze optiek was het toch de KZV die voorlag. En ik heb het idee nu ook, als we naar deze beelden kijken met nog zo'n 350 meter te gaan, dat de witte mannen in het witte shirt en de donkerblauwe broeken, dat die een klein tafje voor liggen op Euros uit Enschede. Uit Drienerlo om precies te zijn. Maar dus daar moet nog het laatste woord over gezegd worden. Neerhuis aan de leiding met nog zo'n 150 meter te gaan. De eindsprint vol ingezet door de mannen van de Amsteldijk 130A. En Euros heeft toch een heel goede eindschot hoor. Die laten niet los. Die zijn een soort pitbull. Een pitbull uit Enschede. En die willen vooral niet loslaten terwijl de KZV probeert te sprinten. Maar het tempo niet echt lekker mee omhoog krijgt. Het is een beetje zoals de oude vier van Njort. Die ook niet lekker mee omhoog kwam in tempo. En ik heb, ja, het is toch Euros. Euros met een kwart taflengte voorsprong die laatste finale plek weet te beveiligd te stellen. 6:16:55 om 6:16:90 gaben. Ja, dat zijn dus de twee ploegen die zometeen in de finale de blikken gaan verdelen. Het is dus Neerhuis, Euros, Terta Laga, Vidar en Skull die samen in die A-finale liggen later deze middag. Jij denkt je schoolen is ekker. Want jij de tattoo van een slang op je titten. Jij denkt je schoolen is ekker. Want jij de plakkoord van Led Zeppelin voor je weer. Jij denkt je schoolen is ekker. Want jij is elke jaar bij die Giant B-Mac. Jij is ouwies, ik kom met rouwbeat. Je leent wat, ik ga zoek iets. Jij is iced tea, ik zwit blut. Jij is light beer, ik spirit. Jij is die ou met die new fresh look. Ik zie ou met die pip stores broek. Ik watch jou, ik koek een loer oud. Je voelt nog van een koekemoer joke. Ik's fantastisch, jij
jy spasties, ek vat aan poppies, jy rok aan kleinkies, jy Tim Foster, ek's Chris Edwards, jy's in die bosse, ek rol in die vet shit, jy's boring soos liekies om die kampvuur, my stel sleek sneek siekie soos een vampier, jy stel kaksag soos een marshmallow, meisie skreef en net, why not die bella, jy denk jy's cool. Want jy hang som met models en ek hang som met slette. Jy denk jy's cooler as ek. Want ek's een rapper en jy sing in falsette. Jy denk jy's cooler as ek. Want ek rai op met die bus en jy vlieg op met een jet. Jy denk jy's cooler as ek. Want jy rai in een Peugeot 206. Jy rol met een cellfoon in jou pen. Ek rol nog met een 3310. My style gooi sexy correct. Jy dra nog fokke Mr. Price red. As ek instap skrik jy jylle fokke ma. Jy kry nog fokke geld by jou ma. Ek los jy jylle jol pap nat. As jy instap begin jy jylle jolly pad van. Ek's Amerika, jy's Iran. Ek bom jou laat die kak slap span. Ek's a big pen, jy's a mondlang. Jy loop rond met fokke skuim op jou mondrand. Ek's original, jy's gekopie. Ek's een flashdraad, jy's een floppy. Jy maak of jy alles het, maar jy's fight. Jack Barrow, bro, ek lewe soos een straatmeid. Jy denk jy's cooler as ekke. Want jy drink by Koudeta en ek drink by de dekke. Jy denk jy's cooler as ekke. Want jy's die gentleman, bro, ek's die prikke. Jy denk jy's cooler as ekke. Want ek heb vakantie in Hartenbos en jy heb vakantie in Quebec. Jy denk jy's cooler as ekke. Omdat jy die nieuwe issue van One Small Seed het. Jack Barrow bro, ek's poes woes. Jy eet kaviaar en couscous. Ek drink een klip drif, jy drink Peroni. Jy het vrienden in Swede, ek het vrienden in Benoni. Ek koop al my kleren by die local pep store, syf mooi. Ek koop al jou fucking kleren by ice store. Jy dra net fucking polo shirt. Shame, jy luister na die dirty skirts. My naam's Barrow, dik heb jy uitgeskollie. Jy like soos Jeremy, de Tolly. Jack Barrow, die life van die party. Jy dra net fucking easy Miyake. Jy's too cool for school, ek's mos kief. Ek's grasshoppers, jy's lekkas voor tief. Jy laat die koek flop, ek laat die huis reis. Jou meisie het een foto van my piel op haar spijskuis. Jy denk jy's cooler as ek. Want jy rook Yves Saint Laurent sigarette. Jy denk jy's cooler as ek. Want jy het een tattoo van een slang op jou tete. Jy denk jy's cooler as ek. Want jy het een plakkaat van Led Zeppelin boe jou bed. Jy denk jy's cooler as ek. Want jy's elke jaar by die J&B Mac. Jack Barrow, poes. Van zware achtergrond naar lichte nieuwelingen, skifjes met in totaal toch een hele berg met roeiers. We hadden eigenlijk vier voorwedstrijden op het programma staan, maar er zijn er maar drie overgebleven. Er is er eentje geschrapt, maar we hebben nog altijd wel 15 roeiers en 15 lichtere roeiers om precies te zijn. Met in de eerste voorwedstrijd die al 1500 meter heeft afgelegd, zien wij in baan 2 Marinus en Skip van Gias. Baan 3 zien wij Sebastian Hokongyu van Egier 1, dan Skadi 3, Brian Overeinder, Floris Loeven, ja daar hebben we hem weer, die invaller van Laga van gisteren. Van de Hoop zien we in baan 5 en Philip van der Weijden van Skadi in baan nummer 6. Allemaal roeiers die we gisteren al een keer over de baan hebben zien gaan in de lichte beginnelingen skif gaan. Ja, dat klopt. En het is wederom ook Philip van der Weijden die goede zaak hier aan het doen is. Hier zo op de bijna de meet is hij degene die toch wel een aantal bootjes... er zit wel licht tussen, denk ik. Ik kan het nog niet helemaal goed zien, maar hij doet goede zaak hier, hoor. Ja, baan nummer 6, lichtst bij de wal. Jij zegt een aantal boten licht. Ja, tussen hem en naar rechts misschien, maar tussen hem en de achterste mensen die hem aan het achtervolgen zijn, is er heel weinig licht. Want volgens mij is Floris Loeven op dit moment hem aan het inhalen in baan nummer 6. Die twee zijn in ieder geval goede zaken aan het doen voor de finale. Gaan zich daarvoor kwalificeren. Tenzij de verenigingsgenoot van Philip van der Weijden, Brian Overeinder, nog roet in het eten wil gooien. In dat lichte pikken eten, maar dat lukte hem helaas niet. Een bootlengte tekort komt Brian Overeinder van Skadi. En ook aan de overzijde, Marinus Kiep redt het niet voor de A-finale van later deze dag.
En dat brengt ons gelijk bij de volgende voorwedstrijd. En daar zien we gelijk in beeld ook wie daarin liggen. Heel grote Scadi-afvaardiging tijdens dit lichte nieuwelingenskipveld op de Dame Race Roer Regatta. Met in baan 2 Scadi 4, Maarten van Buren baan 3, Scadi 2, Wessel van der Plas, Egier 2 in baan 4, Siebren Welling. Dan hebben we Triton, Leide Jong in baan nummer 5. En dan hebben we daarna de Hunze ook nog meedoen, Wouter de Boer, Hidde Heineman. Ja, speltip nummer 18, hè. We zeggen het vaker, spreid je kansen. 2 voorwedstrijden, 4 Scadi-boten en dan spreid je kansen heel netjes. En dan maak je gewoon meer kans om zo'n lichte nieuwelingenskif blik te pakken. Hier, later deze middag, de tweede voorwedstrijd is van start. En wat zien we dan daar, gaan mensen gaan? We zien daar zo inderdaad 5-tal roeiers die van start zijn gegaan. En Michiel die is heel hard aan het zwaaien. Dus Michiel, wat kan jij zeggen over deze voorwedstrijd? Ik zag vooral 5 bibberende mannetjes in een boot zitten. Dat zag ik vooral, want het is toch een beetje bar en boos. En het worden hier in Rotterdam, of eigenlijk in Zevenhuizen aan de Willem-Alexanderbaan. Want de regen is aan het neerdalen. Het was net echt goed doorregen. Nu is er nog een miezertje over. Maar echt vrolijk word je er helaas niet van. Misschien moet Harm Hermsen maar weer wat meer hartjes op het beeldscherm gaan toveren. Zodat wij weer wat verliefder worden op die Dame Race Regatta, Hidde Heineman. Ja, ik keek net even op de motregen buienradar. En de motregen, dat blijft nog even een beetje doorcijperen. Zit je thuis, dan zou ik, als ik jou was, nog even om en nabij een half uurtje tot 3 kwartier thuis blijven. En kom dan lekker deze kant op. Dan is de regen weggevaagd. En dan is de motregen in ieder geval weg. En de harde regen ook. En als je er al bent, ja, nou, ik keek net al even hier vanuit de toren naar buiten. Het is aardig vol binnen. Ja, binnen wel, maar buiten niet. Buiten zit er helaas geen hond op de tribune, maar dat snap ik ook wel, want het is gewoon op dit moment vrij koud. Maar toch zou ik iedereen willen verzoeken, zeker als je van Scadi bent, Heineman en Gabe Mensinga, om toch even te gaan schreeuwen naar Maarten van Buren, die aan de leiding ging in ieder geval, en nu over ingehaald wordt, ik wil zeggen overruled wordt, maar dat eigenlijk ook een beetje op roeigebied overruled wordt door zijn conculega Wouter de Boer van de Hunze in baan nummer 6. Die gaat er toch heel hard vandoor in de laatste, nou wat zal het zijn, 1000 meter ongeveer. Ja, ik zou toch eigenlijk met mijn wat commerciëlere brein toch mensen willen uitnodigen. Kom gewoon vooral toch naar de Damenregatta, want het is wel echt een geweldig evenement ook hoor. Zonder dat de regen is natuurlijk wel een beetje jammer, maar aan de andere kant, er is zoveel meer te doen ook binnen. Er is natuurlijk leuke, lekkere hapjes te verkrijgen en ook de TU Delft staat met een mooie uitstelling aan allemaal fraaie apparaten in een overdekte tent waar je zonder zonder dat je haren nat wordt, gewoon lekker kan bivakeren. Ja, bivakeren, dat is iets wat deze lichte pikken ook wel willen gaan doen. Bivakeren en overblijven voor de finale later van vanmiddag. Ik zei het al, Maarten van Buren wordt een beetje overruled door Wouter de Boer van de Hunze. Zover is het gelukkig nog niet, maar de bedreiging is er wel in ieder geval. Want het verschil 3,81 seconden op de 1000 meter tussen Scadi 4 in baan 2 en helemaal aan de andere kant van het water, dichtst bij de tribune in baan nummer 6, Wouter de Boer van de Hunze. En die 3,82 seconden die het inmiddels is, want er is 1/100ste bijgeteld, dat is ongeveer een bootlengte of anderhalf. En dat is nog best wel wat goed te maken. Dat kan je gewoon doen, mits je over een fatsoenlijke skultechniek beschikt. Ik weet niet of jij daar heel veel verstand van hebt eigenlijk, Hidde, of niet? Nou ja, jullie weten allemaal, denk ik wel, ook de luisteraars thuis en binnen, dat mijn roeicarrière vroegtijdig is geëindigd. Ik weet wel veel over de beweging, maar echt zelf doen, vooral in de kou zoals het nu is, nee, daar ben ik eigenlijk niet voor wakker te maken. Nee, het is inderdaad best nogal wel lastig hoor, dat skiffen. En het grappige is dat we ook hebben gezien dat het dus tot op het einde heel spannend kan blijven. Gisteren 2 of 3 wedstrijden gezien waar er vanuit eigenlijk een bijna onoverbrugbare achterstand toch nog werd omgebogen in een overwinning, Michiel. Ja, laten we de naam Chris Lokin nog maar even noemen. Hè? Onze vriendelijke vriend van Euros, die dankzij een verwoestende eindsprint die jongen van Prothuis zo eigenlijk tot huilen bracht. We hebben natuurlijk onze bril op onze neus gezet, we hebben de lenzen ingedaan vanmorgen. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat gisteren er een Proteer huilend in de boot zat, omdat hij de laatste
20 meter werd ingehaald door een jongen van Euros hier. Ja, dat was Kevin die daar zo inderdaad met zijn hoofd tussen zijn handen zat. En echt even niet meer wist waar hij het halen moest. Het was gewoon wanhoop ten troef. Ja, Kevin Koopman, daar hebben we het dan in dat geval over. Jij noemt hem Kevin alsof je hem gisteren inderdaad met een schouderklopje en een knuffel en een krentenbobbel hebt getroost toen hij huilend hier op de tribune zat omdat hij verloren had. En wij zien inmiddels dat er een van onze likes verdwenen is. Ik denk dat dat dan van Kevin Koopman is geweest. Die heeft gedacht van, die jongens van Roei Radio hebben het veel te vaak over mijn verlies. Daar moeten we het niet uitgebreid over hebben. Misschien moeten we het dan ook vooral maar even hebben, Hidde Heineman, over die Wouter de Boer van de Hunze, die toch steeds dichterbij gekropen komt, heb ik het idee. 3,42 seconden is het inmiddels. Het was 3,82 als ik me niet vergis. Dus er is een klein beetje afgesnoept in de derde 500 meter van deze wedstrijd. Ja, de derde 500 meter en die gaat tellen. De eerste twee die mogen door naar die A-finale later deze dag. En vooralsnu is dat Skadi 4 en de Hunze. Dus ja, zij gaan inderdaad door. Ik werd net even op mijn schouder geklopt, jongens. Het is nogal druk boven, zoals ik net al zei. En de tent hier beneden, de witte tent, die is ook opengesteld. Er zijn ook borreltafels neergezet, zodat je daar ook even heen kan gaan. Want ik hoor dat het erg druk is boven. Ja, maar dan is ook een belangrijke vraag. Worden er daar ook tijgernootjes geserveerd, Hidde? Er zijn tijgernootjes en de heaters staan al aan, kan ik je vertellen. Bekenkaas mag ik dan ook verwachten of niet? Bekenkaas, we gaan terug naar het roeien, jongens. Wie ligt daar vooraan? Is het nog steeds de Hunze die tweede plek pakt met gemak? Ja, Wouter de Boer van de Hunze. En dan Maarten van Buren, die zijn buurman Wouter de Boer toch van het lijf weet te houden. Niet heel erg hard meer aan het roeien is ook. Tempootje 22 inmiddels, daar heeft hij genoeg aan om Wouter de Boer van de Hunze van het lijf te houden. Hij pakt de finale plek. Dus jij zei, spreid je winstkansen, Hidde. Dat doet Skadi in ieder geval. En wij zien dus ook dat Maarten de Boer zich mag melden in de finale voor het feest dat de Lichte Nieuwelingen Skiff Finale A heet. En dan wil ik nog heel even, voordat wij overgaan naar de volgende finale, even nog kijken naar die derde voorwedstrijd. Want daar hebben we hem namelijk, Kevin Koopman, de man waar we het net al over hadden, en Chris Lokin. Ze zitten namelijk, wat heeft die organisatie dat toch goed voor elkaar gekregen? Bij elkaar in dezelfde voorwedstrijd, Hidde Heineman en Gabe Mensinga. Ja, ze zitten inderdaad in dezelfde voorwedstrijd. En dan kunnen we dus niks anders concluderen dat die laatste like die wij net eventjes kwijtraakten, dus niet degene is van Kevin Koopman. Maar ik zou vooral iedereen willen aanraden. Kom naar onze Facebookpagina. Zorg ervoor dat wij 500 likes krijgen. En dan bouwen wij een mooi feestje. Nou, absoluut. Feestjes moeten meer gebouwd worden. En als we dan kijken naar het feestje wat op dit moment plaats heeft op de Willem-Alexanderbaan, de derde voorwedstrijd van de Lichte Nieuwelingenskif, zien wij Jeroen Broskowski van Vidar in baan nummer 3 aan de leiding gaan. En daarachter is het dan Prothuis 1. En ja, dat is hem dan, Kevin Koopman. En Kevin Koopman, ik hoop maar dat je krachten gespaard hebt, dat je je pannenkoeken goed uitgesmeerd hebt over de rest van je lichaam en dat je genoeg krachten over hebt om een eindsprint van Chris Lokin, die toch al een klein beetje op de loer zit te komen. Ja, daar hebben we hem onderin in beeld. Ziet u hem? Ligt hij toch al op de loer, die man van Euros. En die komt al vermalendijd dichtbij geschoven om die tweede finale plek op te eisen. En ja, ze liggen nu al gelijk. Dat kan maar heel slechte dingen betekenen. Dan gaan we mensen gaan voor Kevin Koopman van Prothuis. Ja, die Dekselse man vanuit Enschede, die daar gisteren inderdaad degene was die het laatste lachte en het blik mocht ophalen. Hij ligt er gewoon weer goed bij. Hij gaat hier zo goed over het lekker knobbelige water van de Willem-Alexanderbaan. Ja, Chris Lokin. Ik heb het idee dat hij misschien wel in de leer is geweest bij Joop Munsterman. Dat hij stiekem heeft geluisterd naar die man die FC Twente toch naar de rand van de afgrond heeft gebracht. Via allerlei snode praktijken en allerlei vreemde afspraken die in bureaulaadjes teruggevonden werden. En dat Chris Lokin dat misschien ook wel gedaan heeft bij die lichte pikken. Dat hij heeft gezegd, jongens, het komt allemaal wel goed. Maar in de laatste 500 meter pak ik hem überhaupt en dan kunnen jullie doen wat jullie willen. Maar dan word ik kampioen. Ja, hij gaat er zeker voor in ieder geval. Weet je, het is nog niet gestreden, de strijd. Want het is toch nog eventjes wachten tot aan die finale. Voordat we daadwerkelijk kunnen zeggen wie er hier zo met het blik weggaat. Maar hij heeft gisteren gewoon laten zien wat hij kan. En ik denk ook wel dat hij die kleine lichte pikken aan zijn zijde aan het bibberen waren. Zij hebben gisteren ook gezien waar hij toe in staat is. Zij bibberden toen zij zagen wat de loting was. En dat ze samen met Chris Lokin in die voorfinale
wedstrijd lagen. Ja, nou niet alleen daarom hoor. Het is ook gewoon bierenkoud buiten. Ik denk dat je daar ook wel van gaat bibberen als je ongeveer 1,5% vet hebt. En vanmorgen naar 3 boterhammen hebt gekeken, maar ze absoluut niet meer aan mocht raken. Dat is heel vervelend. Namelijk kan ik uit eigen ervaring zeggen, de laatste 8 jaar heb ik het gelukkig niet meer hoeven meemaken. Maar daarvoor keek ik geregeld naar boterhammen zonder ze aan te raken. Keek ik ook geregeld naar borden met pasta zonder ze er überhaupt aan te mogen ruiken of snuffelen. En terwijl ik dat zeg, zie ik dat Jeroen Boskowski met nog zo'n 500 meter te gaan nog steeds de leiding in handen heeft. En Chris Lokokin, ja, hij heeft het nu toch al overgenomen, Hidde. Ja, hij ruikt die boterhammen bij de finish. Hij mag zo dadelijk misschien net 1 hapje pakken als hij die finale plek pakt. Wat hij zeker gaat doen zoals het er nu uitziet. Dan kan hij zomaar 1 hapje van die boterham pakken. Heeft hij net wat energie voor later deze middag. En dan kan hij die finale misschien ook wel een beetje overheersen. Ja, dat zou mooi zijn. Hij heeft in ieder geval de eindsprint al ingezet. Tempo is omhoog gegaan. Daar rechts in beeld ziet u met de witte bladen en het beetje raar vreemde groen. Wat de lustrumkleur is van die mannen uit Euros. En de vrouwen natuurlijk ook. Want die lopen daar ook gezellig rond bij die technische universiteit daar in het oosten van het land. Maar Chris Lokin die is nu Jeroen Boskowski van Vidar aan het bedreigen voor de eerste plaats. Met 350 meter nog te gaan. Is het nog steeds Vidar en is het ook nog steeds Euros aan de leiding. En we moeten toch zeggen, Kevin Koopman redt het weer niet. Maar daar moeten we dan misschien maar een inzamelingsactie voor gaan organiseren. Een extra fraai lunchpakket met van die parasolletjes erin. En misschien ook nog wel een zakje met gummibeertjes, Gabe Mensinga. Ja, een zakje met gummibeertjes die dan lekker in het water kan leggen, zodat ze op gaan wellen. En net zo lang wachten tot er eigenlijk geen smaak meer in zit. En dat je dan denkt van, nou weet je, nu is die op zijn best. En nu moet ik hem opeten. Ik heb geen idee wat jij voor snode praktijken allemaal bedoelt in Utrecht, waar jij woont, Gabe Mensinga. Maar ik heb het idee dat jij elke vrijdagmiddag als je thuis komt van je werk en een zakje met gummibeertjes in een glaasje met water legt. En dat lijkt me echt verschrikkelijk smerig. Dus laten we daar vooral ook niet over doorpraten. Nog 1 keer herhalen dat we hopen dat de eigenaar van die grijze Peugeot 308 met kenteken 8 KPZ 19 zijn raampjes inmiddels dicht heeft gedraaid. Want de lichte pikken komen eraan en voor je het weet, dan rousen ze gewoon je lunchpakket uit het handschoenenkastje. En dat is iets wat Jeroen Boskowski misschien wel doet. De winnaar van de derde voorwedstrijd van de lichte nieuwelingenskif. En ook Chris Lokin, die man met de meste eindsprint in de benen. De winnaar van de lichte beginnelingenskif gisteren. Dat hebben we gezegd, hè, met de gave mensen. Kunnen we maar 1 conclusie trekken. We krijgen straks 6 finalisten in de lichte nieuwelingenskif. En wij kunnen een feestje vieren. Want Lammert Bakker, wat zijn we toch blij met jou dat jij als 500ste op like hebt geklikt op onze Facebookpagina. En dat verdient natuurlijk wel een vrolijk feestnummer, Hidde Heineman. Dames en heren, visjes en vosjes, wilt u alstublieft ophouden met normaal doen? Daar is het nu niet het moment voor. En niet zo dringend bij de borden proberen mensen dronken te worden. Dank u wel. Yeah, dit is die party zonder gastenlijst. Gewoon een lange tafferserij, maar iedereen is fucking blij. Kijk maar nou hoe zat we zijn. Niemand hoeft die knap te zijn. Ook geld is niet belangrijk. Gewoon een pot met 20 man en kopen zo een vat gelijk. Bier in mijn hand en ik heb premie op mijn nek. Daar ligt Vidax op de grond en die kotst over het hek. Zweet vlieg in het rond en ik krijg alles in mijn bek. Des te losser, des te beter, vind het helemaal te gek. Want dit is losgaan, ouwe kicks. Bier, dat smaakt naar lauwe pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, vage shit. Bier dat half water is. In de Polonaise en we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Was het elke avond maar een feestje zoals hier. En de drive-in, DJ, kondigt alle tracks aan. De gozer naast me kijkt me aan en zegt, ik word hier gek van. Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ. Zet elke track op replay, op zijn mic, zo fout op delay. Zo van, oh, oh, oh. Kicks, bier, dat smaakt naar lauwe pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, vage shit. Bier dat half water is. In de Polonaise en we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Feestje zoals hier. Oké, okay, oké. Okay. En als ze bij de Dixie echt de rij staan,
dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat. De hele groep die kijkt kwaad, wil dat ik naar het eind ga bekijken. Maar moest zeiken als een paard en daarna meer bier stellen. We willen meer bestellen. We willen meer bier stellen. We willen meer bestellen. Welkom in de feesttent. Jawel, jawel, dames en heren. Het moment is daar. Kroontje Papi is u. U ziet ze al in beeld, dames en heren. De dames beginnelingen achterkomen onze kant op. We hebben zwaar al gehad en wellicht ook al voorbij zien komen eerder deze ochtend. En het is 11:47 en dat betekent tijd voor wat damesroeien. Tijd voor eerstejaarsdamesroeien, maar dan specifiek de dames beginnelingen acht. En misschien wel tijd voor Sylvia, die vereniging die op is gericht door Nico Rinks. En gisteren misschien niet altijd even lekker uit de verf kwam. Maar vandaag in ieder geval wel meedoet voor de finale plek in de dames beginnelingen achterveld. Want daar ziet u ze op een rijtje liggen. De inschrijvingen Argo ziet u in baan 2. We zien Sylvia Orca combinatie in baan 3. Nera's in baan 4. Triton in baan 5. Orkeanos in baan 6. En Laga in baan 7. Met op dit moment, na 500 meter was het in ieder geval de ploeg van Triton die het initiatief genomen had. Die hebben dat alleen maar verder uitgebouwd. Ziet u hier het donkerblauw dat toch een ruime bootlengte verdedigt na 1000 meter. Maar de tweede plek die is dan voor de Sylvia Orca combinatie, Gabe. Ja, ik zie hier zo aan mijn rechterhand iemand vervuld van trots, want we hebben het gisteren al wel vaker genoemd. Hidde, onze modekoning die altijd weer klaar gerand staat voor goede modeadviezen. En inderdaad, die Sylvia 8 heeft voorzien van wat goed bedoelde adviezen, wat in dat hele mooie tenue van is uitgekomen. En natuurlijk zijn Tritonhart wat sneller gaat kloppen. Dus ja, Hidde, dit moet jou toch wel goed doen, hè? Ja, dit is een hele aparte brug die jij mij hier overgeeft. Deze had ik niet zien aankomen. Het is de eerste, tweede en derde. Die mogen door zo dadelijk naar de A-finale later deze dag. En dat is vooralsnog, zoals je ziet op het scherm, Triton, Sylvia Orke combinatie en Neerhuis. Argo, Laga en Okenos, die liggen redelijk achter. Argo die kan straks nog een slaatje gaan slaan met een paar honderdste, een paar tiende seconden ertussen. Maar het is vooralsnog Triton die hier het initiatief pakt en aan de leiding gaat. Ja, het zijn inderdaad de nummers 5 en 6 van de finale van gisteren. Die inderdaad bij de eerste drie liggen. Triton die gisteren mooie vijfde werd in die A-finale. En dat smaakt natuurlijk wel naar meer. Graag zouden ze dat wat meer nog naar voren willen verschuiven. Steeds wat meer richting dat blik. Dat felbegeerde blik om dat mee te nemen terug naar Utrecht. En vooralsnog ziet het er goed uit hoor, wat ze hier laten zien in de voorwedstrijd. Ik moet zeggen, gisteren waren ze ook inderdaad in de voorwedstrijd uitermate goed, een snelle tijd ook gevaren. En dat werd dus niet helemaal vertaald in een mooie finale plek. Het is een vijfde plek werd het maar. Dat was toch enigszins teleurstellend. We gaan zien of ze daar verandering kunnen aanbrengen. Of ze inderdaad nog wat plekjes kunnen opschuiven in de finale. Ja, vooralsnog gebeurt dat niet helemaal. Dat is Triton die het initiatief heeft genomen en het initiatief vooraan houdt daar in baan 5. En het is Sylvia met Orca stuur in baan 3 die een nette tweede plek pakt op de kilometer. Ze naderen eigenlijk al die 500 meter zijn ze volgens mij al zojuist voorbij gaan. Ik zag hem even niet op het scherm voorbij komen. Maar er is weinig veranderd in het klassement zoals het er nu uitziet. Nee, er zit inderdaad tussen de tijd die u ook al op het scherm ziet en datgene wat er op de baan is, er zit er een kleine vertraging, waardoor het inderdaad af en toe wat verwarrend is. Maar het is Triton die nog steeds ruim aan de leiding ligt, hoor, kan ik u vertellen. En die leiding die gaan ze niet zo snel uit handen geven. Zij
gaan in ieder geval op zeker. Zij willen die goede baan in de finale straks. Zij willen ervoor zorgen dat zij alles in stelling brengen om straks te gaan strijden voor dat blik. En wat wel heel erg interessant is dat Argo heel hard is opgeschoven en het Neerhuis nog wel moeilijk gaat maken om die finale te halen, hoor. Want het is Sylvia en Triton die toch wel bijna zeker zijn van die finale plek. Maar het is Argo die heel hard komt opstomen. En Neerhuis moet alle zeilen bijzetten. Alle zeilen bijzetten om die derde plek vast te houden. Maar het lijkt er toch wel op dat de dames van Argo er meer bootsnelheid in zitten. Iets sneller intikken. Gewoon net de boot wat beter onder controle hebben. En ja, inderdaad, het lijkt erop alsof ze met een tafje naar de derde plek gaan. En de ploeg van Neerhuis, die wordt helaas verwezen naar de B-finale. Oei. En dat is dan toch alweer een grote domper, hoor. Voor alles wat Bordeaux Rood een klein beetje warm hart toedraagt. Want dat zijn de dames van Neerhuis toch wel een beetje aan hun stand verplicht. Om zeker op de derde korte baan bij wedstrijd, want daar hebben we het over, na de Varsity in de Hollandia, gewoon de A-finale te halen van de dames beginnelingen 8. En ze worden hier gewoon afgetroefd door niet alleen Triton, maar ook door Sylvia Orca combinatie. En door Argo uit Wageningen. En dat is dus niet echt een klasbakkenvereniging wat betreft de eerstejaars damesroeien, Hidde. Nee, dat is het zeker niet. Ik sta eigenlijk een beetje stom versteld. Want ik had het ook niet verwacht dat Triton het zo goed zou doen vergeleken met de andere dames. Het is niet slecht roeien, maar om nou te zeggen dat er heel veel is gebeurd tot nu toe dit seizoen. Nou, valt mee. Valt tegen, denk ik dan vooral. Ja, valt tegen, ja. Het valt vrij tegen. En ik denk ook dat er nog wel een aardige noot gekraakt gaat worden daar in Amsterdam. En dat er misschien wel maatregelen genomen gaan worden bij het coachkader om daar toch in te gaan grijpen. Want die dames van Neerhuis die komen toch niet helemaal lekker uit de verf. Dat gezegd hebbende, we kunnen concluderen dat Triton, Sylvia, Orca combinatie en Argo naar de finale gaan. Maar er komen nog drie ploegen bij. En in de tweede voorwedstrijd van de dames eerstejaars achten, die om 11:57 officieel zou gaan starten, maar ik denk zo direct al op ons afgeschoten gaat worden, zien wij in baan 2 Njord, in baan 3 Azenposten Vliet, in baan 4 Egier, in baan 5 Orca Triton combinatie, in baan 6 Skadi en in baan 7 Euros. En dan kijk ik vooral naar baan 2, Gabe en Hidde. Want daar ligt een vereniging die gisteren ook al wist te winnen, de KZV uit Leiden. Ja, en die ligt inderdaad in een van de buitenste banen. Dus ze hoeven niet naar rechts te kijken. Ze kunnen gewoon naar links. U ziet ze hier in beeld liggen. Ze maken nog even een paar krapjes om die boot recht te leggen. Ja, ze moeten vooral helemaal nergens heen kijken. Want dat is mij altijd geleerd in mijn eerste jaar. Ogen in de boot, niet uit de boot kijken. En vooral luisteren naar de stuurvrouw die jouw commando's geeft. Die kijkt wel naar links of naar rechts. Jij vooral niet als roeier of roeister. Nee, dat weet ik zelfs als leek. Ogen in de boot en dan een beetje bewegen met de armen, rug, benen. En dan het liefst ook nog in de goede volgorde. Ja, ja, wat is die volgorde dan, Hidde Heineman? Dat vraag ik dan, Jan. Want dan denk ik, heb jij dat ook geleerd toen jij op een blauwe maandag nog Triton binnenliep? Ja, nou, ja, ik kan het wel de kneepjes gaan vertellen van het C4 roeien. Daar ben ik uiterst aardig in uitgeblonken. Maar om nou te zeggen dat ik het op dit moment nog precies weet of het nou armen, rug, benen, benen, rug, armen of rug, been, arm en dan nek is, maar vooral oog in de boot. Dat is me bijgebleven. Ah, ik zeg vooral arme Hidde, dat je inderdaad dat niet meer weet, want dat betekent toch dat jij ook een dagje ouder wordt en inderdaad wat dingen dat het aan je voorbij gaat. Wat er ook gebeurt is dat ik zie aan de start dat er veel krapjes gedaan worden. Dat kan niks anders betekenen dat de wind is toegenomen en dat de omstandigheden wat zijn verslechterd. Ik ben benieuwd. De KZV heeft inderdaad allemaal hun klepjes opgezet. Dus we weten in ieder geval zeker dat er geen regen in hun ogen komt. En nou ja, Michiel, ik denk dat jij daar wel goede theorie over hebt. Nou ja, wat ik vooral wel mooi vind is om te zien dat je ziet die acht heen en weer schuiven. En die acht van Orca die helemaal scheef in de baan ligt nu. Die dan klapjes op aan het doen is. En dan zie je dus eigenlijk, ze gaan expres scheef liggen in de baan omdat de wind van de zijkant komt. Hidde Heineman zei het al vanmorgen. Ik zei, hij stond ongeveer recht over de baan. Maar hij komt toch een klein beetje vanuit onze kant zetten, vanuit de zijkant. En die blaast die acht dan op het juiste moment toch recht die baan in. En dan moet er natuurlijk worden gestart. Skadi en Orca allebei lijken scheef te liggen. Maar vertrouwt u mij maar, zodra de wind er weer een beetje gaat blazen. En u ziet het hier vanzelf weer een beetje ook gebeuren. Geholpen door de dame op positie nummer 2. Gaat die boot weer recht in de baan. En gaat het licht op groen ook vooral. En zijn we onderweg. Een paar mishaaltjes daar bij de ploeg in baan nummer 6. Skadi uit Rotterdam. Maar ze zijn ongeveer allemaal even goed weg. Maar daarboven
bovenin zie ik een lichtblauw gevaar toch een hele strakke start hebben. En gisteren sprak ik al een aantal coaches van het eerstejaars damesboek en die zeggen, ja, die tweede 500 meter van Njort, dat is zo'n goede 500 meter. Er is eigenlijk geen antwoord op te geven, Gabe en Midden. Nee, dat is zeker niet. Dat doen ze heel erg goed. Wat me eigenlijk ook opval was de ontzettend trage start van Egiror. Want normaal gesproken, dan zit je toch hoog in je tempo. Dan ga je richting de 40 slagen per minuut. 40 halen per minuut. En nou, dat haalde Egiror belangen na niet. En dat zie je dus ook vertaald in toch al een vrij groot achterstand vlak na de start. Ja, maar ja, Egiror, wanneer was de laatste keer gegaan mensen gaan dat Egiror een hele goede eerstejaars dames achter op het water wist te leggen? We weten dat ze een hele goede eerstejaars lichte dames dubbel 4 hebben. Die doet het uitermate goed zelfs dit seizoen. Maar ja, een eerstejaars dames achter moeten toch volgens mij heel ver in het verleden gaan graven. Ja, ik heb het even niet meer op mijn netvlies, maar ik weet wel dat het inderdaad al eventjes geleden is dat dat gebeurd is. En laten we hopen dat ze zich toch nog kunnen herpakken. Misschien niet deze wedstrijd, maar in ieder geval een van de volgende wedstrijden die nog gaan volgen dit seizoen. Ja, absoluut. Want dat kan natuurlijk nog. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan, waaronder de Westelijke Regatta. We krijgen straks ook nog de ARB. We krijgen de NSRF nog, de Holland Beker ook vooral. Daar weet ik natuurlijk niet of we daar Egiror ten tonele gaan zien verschijnen, want dat is voor de top 6 van het klassement. En daar behoort Egiror op dit moment volgens mij niet toe. Wie wel aan de top zit, dat is op dit moment Azenpos de Vliet, die de kaas van het Leidse brood aan het eten zijn van de collega's uit dezelfde regio ongeveer. Want het is Azenpos op 1, het is Njort op 2 en dan is het toch Ska, die ondanks die mishaal in de start op de derde plaats. En die gaan dan vooralsnog richting de A-finale van de Dames Beginnelingen 8 gaven. Ja, laten we vooral regio zeggen, want als ik me niet vergis is Azenpos gevestigd in Leiderdorp en als rechtgeaard Leidse man moet het jou toch zeg maar inderdaad, houdt de grens van Leiden toch echt op daar zo bij dat Leiderdorp of niet? Daar zit een hele grote zwarte grens zit daar tussen. Daar zitten ook 3 verkeersdrempels om aan te geven dat je Leiderdorp binnen gaat. En ik kan je vertellen, er wonen eigenlijk vooral ongure sujetten daar in het Leiderdorp. Ik ben er ooit nog wel eens een blauwe maandag geweest toen er nog geen nieuwbouw was bij Azenpos de Vliet. Stond er een boerenschuur. Toen een boerenschuur stond daar en dat was vooral al heel leuk, want daar tocht het ongeveer doorheen. Toen was Azenpos echt nog niet juf van het. Maar inmiddels staat er een heel mooi gebouw. Hebben ze een profcoach in de vorm van Dion van Schie. En gaat het ook steeds harder. We hebben natuurlijk ook een roeier van Azenpos de Vliet in de Holland 8 zitten. Boudewijn Roel, laten we maar even bij naam noemen. En we weten natuurlijk ook dat Mirjam Boks, om maar een gezellige roeister te noemen, die in het lichte damesveld af en toe gezellig meetikt. Nou, en nu de dames 8 van de ALSRV Azenpos de Vliet uit Leiderdorp, die Njort op dit moment nog steeds de basis. Skadi op een duidelijke derde plek gaven. Ja, het lijkt erop alsof deze ploegen het inderdaad gaan uitvechten straks in die finale tegen onder andere Triton. Het is in ieder geval nog niet zo ver, maar ja, ze liggen op de helft van de race, wat nu gaat plaatsvinden, toch ruim los van het veld hoor. Het is Azenpos die toch niet heel veel verder kan wegroeien bij Njort. Die dames van de KNSV die bijten zich toch er wel in vast hoor. En ik zie ook wel nog gebeuren dat zij zometeen langzamerhand langs zij gaan schuiven. Ja, het zou zomaar maar kunnen. Wat mij ook vooral opvalt is dat Skadi er nog bij ligt. Maar ook, jij zei, het is gat is geslagen. Maar er zit nog een ploeg aan hoor. Er hangt nog steeds een ploeg aan. Die luistert naar de naam Euros. En die hebben misschien wel geïnspireerd zijn ze geraakt door Chris Lokin. Die man met die enorme eindsprint in dat dichte nieuwelingenskifveld. Want 3:29.51, dat is dus de tussentijd op 1000 meter voor Euros uit Drinerlo. En die kunnen dat nog best wel goed maken op Skadi uit Rotterdam. Dat is in een goede eindsprint. Tempo omhoog, fris tikken is dat nog te doen. En ik denk ook dat die dames van Njort nog wel even fris gaan tikken om die eerste plek op te eisen. Wat ook verrassend is, Gabe, en dat is toch wel een beetje vreemd, dat er in Utrecht bij Orca, die Orca-Triton combinatie, maar het gaat dan voornamelijk om Orca, dat daar opeens geen goede 8 vandaan komt. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk te noemen. Jarenlang waren zij toch eigenlijk hofleverancier van dat eerstejaars klassement. Waarbij er inderdaad de ene blik naar het andere blik werd weggesleept. Maar ja, het lijkt erop dat die eer wat meer richting Groningen is gegaan. Gias die inderdaad een hele goede 8 op het water legt. We zien die dus ook vandaag niet terug in het beginlingenveld, omdat ze hun eerste blik al vrij snel in het seizoen getrokken hadden en dus niet meer van start mogen gaan in het beginnelingenveld. Het is dus inderdaad de ploeg
van Orca Triton, die hier zo het onderspit moet delven. Het is ook zo dat we zien dat Njord inderdaad toch langzamerhand poppetje voor poppetje probeert in te schuiven op Asepos. En het is nog steeds inderdaad niet gestreden hoor, de strijd tussen Skadi en Euros. En ik denk dat het tijd wordt voor Nieke Eiting, de stuurvrouw van Euros, om eens eventjes goed die dames bij elkaar te krijgen. Te zorgen dat even een scherpte wordt gegeven op die intake. Zorgen dat ze de benen eronder zetten en nog dat laatste 500 meter gaan vlammen. Ja, nou dat epistel van Gabe Mensinga over Euros, Skadi, Njord en Asepos kunnen wij zeggen dat het een commando komt van Dorinda Bolt, de stuurvrouw van de KSV, om het gas er nu toch echt op te gaan gooien. Want verliezen van Asepos, jij zei net al, als gerechtgeaard Egier man of vrouw verlies je niet van Gagias. Dat is vice versa natuurlijk ook zo. Egias vrouw of man verlies je niet van Egier. Maar Njord wil natuurlijk niet verliezen van Asepos de Vliet. Dus dat tempo moet er omhoog en dat is wat Dorinda Bolt, de stuurvrouw van Njord, nu vraagt aan Brechtje Jansen van Roosendaal en Lisa van der Geest, de twee slagvrouwen van Njord. Maar het gat is nog niet goed gemaakt. Asepos houdt gewoon heel erg stug vol. En Ilse van Brugge en Floor Bakker, die doen dat toch alleraardigst hoor, op die slagplekken daar. En die zorgen hier toch voor een verrassing. Die gaan hier gewoon die eerste plaats in de voorwedstrijd opeisen. Die gaan Njord, de favoriet voor vandaag, toch gewoon een mentale tik uitdelen. Want dit is iets waar ze van moeten gaan herstellen in de aanloop naar die A-finale van later vanmiddag, Gabe en Hidde. Ja, daar moeten ze zeker van herstellen. En ik denk dat ze allemaal natuurlijk wel moeten herstellen. Want 2 kilometer hard vlammen, dat is niet niks. Het is wel zo dat Euros in ieder geval niet te zien is in die A-finale. Ze hebben hard gestreden. Maar de dames van Skadi hebben hun het lijf af weten te schudden. Het is in ieder geval de ploeg van Asepos die hier zo als eerste over de lijn komt. Als eerste over de lijn en dus door naar de A-finale. Samen met Njord en Skadi. To the dark side, I wanna be your left hand man.
the pain in your eyes. I've been feeling for you, my love. And our bodies are tied, our shadows. De regen is inmiddels een klein beetje opgedroogd. Het valt in ieder geval niet meer uit de lucht, maar het water wordt er wel wat minder makkelijk op, hoor. Je ziet steeds meer golven op die Willem-Alexanderbaan komen, terwijl er een waterig zonnetje doorbreekt en probeert ons een klein beetje op te warmen. We zijn inmiddels een veldje opgeschoven, dames en heren, want het is 12:10. Het middagblok is al bijna aan het aanbreken. We hebben nog een aantal voorwedstrijden voor u. Een handvol om precies te zijn, voordat we een kleine 50 minuten pauze hebben en dan aan het finale blok gaan beginnen. En we zitten nu nog met de voorwedstrijden van de lichte beginnelingen 4 metten. Allemaal 72,5 kilo maximaal waren deze mannen, 70 kilo gemiddeld. En in deze voorwedstrijd van 4 ploegen moet er 1 afvallen, want de rest mag allemaal door naar de finale. In baan nummer 3 zien we Teta, baan 4 Vidar 2, in baan 5 Nerhuis en in baan 6 Pelargos uit Den Haag. En op dit moment is Vidar 2 met Stefana Golds, Jasper Verhoeven, Matthijs Stapelkamp, Andreas Rapp en Wietske Adriaanse achter de stuurtouwtjes. De gebeten hond, de gebeten bitbull, want die ligt namelijk op dit moment achter. We zien het namelijk duidelijk daar in beeld. Zij hebben op dit moment niet de goede positie, want de vierde plek in deze eerste voorwedstrijd. Nee, want Pelagos schuift mooi mee met die stuurvrouw. Die luistert naar de naam Jocelyn André Wilhelmina Heremans. Zij schuift lekker door het veld. Ze hadden niet zo'n hele fijne start, maar ze bedreigen nu Nerhuis in ieder geval voor die tweede plek. Ze zijn nog niet helemaal waar Terta ligt, want Terta is toch ruim los van die andere ploegen. Maar ze schuiven in ieder geval lekker door dat veld heen, Michiel. Ja, Eindhoven, Amsterdam en Den Haag, die nemen Tilburg in het ootje. Dus 0-13 mag naar huis, want dat lijkt er niet op alsof die praam, want zo mag ik hem toch wel noemen, die Janusek-boot die ze volgens mij onder hun billen hebben geschoven, alsof die nog potten gaat breken in de laatste 1000 meter van deze voorwedstrijd. Teta met Matthijs Kamerling, Thomas Buijsen, Bram Rutte, Philip van den Hurken en Maartje Hogeveen aan de stuurtouwtjes. Die gaat er toch echt hard vandoor. En dat vind ik toch wel leuk om te zien. Teta niet altijd een hele goede lichte sectie daar. Natuurlijk vroeger wel. Toen Jeroen Spaans daar bijvoorbeeld roeide. Toen Juri de Groot daar roeide. Toen Karel Doormans daar ook roeide. We hebben ook nog een blauwe maandag Juri Vaas daar gehad. Die inmiddels triatleet is en het roeien dag heeft gezegd. Maar nog altijd via zijn vriendin Helene Boers nog een kleine connectie heeft met het roeien in Nederland. En dan is het toch echt heel leuk om op in ieder geval het middengroepvlak weer een aardige 4 met van Teta te zien. Die een ruime anderhalve boot denkt de voorsprong verdedigt op Pelargos. En Nerhuis moet zich nu zorgen gaan maken, Gabe. Nerhuis moet zich zeker zorgen gaan maken. Want ondanks dat die ploeg uit Tilburg in een boot zo slap als een vaardukje aan het roeien is, zijn ze langzaam toch voorbij aan het schuiven aan Nerhuis. En
ik hoop maar dat die stuurvrouw die daarvoor in de boot ligt dat ziet. En dat het niet te laat is als ze zo meteen die boegbal voorbij ziet komen van die Tilburgse ploeg. Ja, ik mag ook vooral hopen dat de stuurvrouw in kwestie, Natasja van den Brug van Neerhuis, dat ze een bijzonder verhaal weet te vertellen waardoor die mannen geïnspireerd raken. Dat zij in die boot zegt van jongens, als jullie nu op dit moment aangaan, krijgen jullie allemaal 3 klapzoenen van mij en een extra stroopwafel. En dat die mannen van Neerhuis dan denken, goh. En dan denken ze, Julian Polman, Thomas Gruber, Ploris Korte en Pascal van Diepen, die zitten dan naar elkaar te kijken. Die denken dan, nou moeten we dan toch maar even heel hard gaan roeien. En dat hebben ze namelijk wel nodig. Ze verliezen steeds meer terrein namelijk. In de laatste 350 meter. Nog steeds Terte aan de leiding. Pelargos op een duidelijke tweede plaats. Verliest toch ook een klein beetje wat meters op die aanstormende ploeg van Vidar uit Tilburg. En Amsterdam, ja, dat moet nu toch echt alle zeilen bij gaan zitten. En dat zou ook wel handig zijn gezien de wind hier op de Willem-Alexanderbaan, Hidde. Ja, absoluut. Die wind die is flink aan het opzetten. En dan is het Amsterdam Neerhuis die nog even moeten aanzetten voor dat laatste stukje. Is het dan toch Vidar wat dichterbij gaat komen? Nee, ik denk het niet, dames en heren. Ik denk het niet. Vidar die gaat achter het netvis. Nee, dat zeg ik fout. Ik word helemaal gecorrigeerd. Het is Vidar die zeker niet achter het net gaat vissen. En het is Amsterdam. Ja, je zei het al. Absoluut. Bordeaux rood zie jij, maar dat was alleen de onderkant van het blad, Hidde. Het was niet de bovenkant, want die was grijs. En dat is Vidar in die Janusek. En de handjes gaan een klein beetje omhoog bij stuurvrouwen van Vidar 2, Wietske Adriaans. En die kijkt toch, oh, dat is wel een beetje een gemene blik die zij even naar rechts aan het werpen is. Want ze kijkt naar haar stuurcollega van Neerhuis en ze denkt, nou, die hadden we toch wel mooi te pakken. Ja, het is deceptie in die boot van Neerhuis. Ik zie allemaal schoudertjes hangen. Zij weten het ook. Dit was niet genoeg voor die finale plek. Er ging er maar eentje niet door naar die finale. En dat is helaas toch Neerhuis geworden, vrees ik. Ja, je zegt het op een hele lieve manier. Alsof je op 7 uur 's avonds aan het voorlezen bent uit het grote voorleesboek voor 2 of 3 of 4 Neerhuisbaby's en ook een Neerhuismeisje. Maar ja, het is gewoon hard. Het is topsport op de Willem-Alexanderbaan gaan we mensen gaan. Dus dan kunnen we gewoon heel rigoureus zeggen, afriggeren met die bende en terug naar Amsterdam. Ja, heel rap. En ik denk dat het voor Amsterdammers ook niet zo vervelend is om heel rap bij Rotterdam weg te gaan. Zij hebben in ieder geval geen goede herinneringen aan deze WAP of Willem-Alexander baan zoals die in het volledige heet. Laten we vooral gaan kijken naar de volgende wedstrijden, dames en heren. Want daarin gebeuren natuurlijk ook gewoon weer hele mooie dingen. Ik heb hier zo 4 ploegen op mijn papiertjes aan en ik zie ook 4 ploegen op het scherm. Dus dat betekent dat er inderdaad 4 geheim zijn gestart. En dat is Saurus op baan 3. Op baan 4 is het Vidar 1. De andere maten van de ploeg die zojuist de finale haalde. Njort op baan 5 en op baan 6 is het Argo. En als we dan eventjes gaan kijken naar de doorkomsttijden, dan is het Vidar 1 die hier zo als eerste door is gekomen. Ja, goede start hoor van die Vidar ploeg. 3:26.93 hadden ze na 1000 meter al op de klokken gezet. En dat is een prima tijd te noemen, zeker als we die vergelijken met die eerste voorwedstrijd. Want dat is gewoon een 3 seconden sneller dan die Teta-boten die zo soeverein naar de eerste plek voeren in de eerste voorwedstrijd van deze lichte beginnelingen. 4 metten. Njort die doet ook vrolijk mee en die hebben toch een gat geslagen waar je u tegen zegt met een hoofdletter U op de dag van de Heer. Op zondag 3 mei 2015 zeggen ze U tegen die 2 ploegen die daar een beetje achteraan komen kakken. Argo en Saurus, want Wageningen en Maastricht die hebben nog geen kaas gegeten van lichte beginnelingen 4 metten. Want die hebben een, denk zo'n 6 bootlengte, dus hebben ze inmiddels achterstand op het leidende duo. En dan moeten ze een soort oneerbare rode lantaarngevecht gaan uitvechten voor de derde finale plek, Gabe en Hidde. Ja, die U die is inmiddels dik gemaakt, onderstreept en ook nog schuin gezet in italic. En het is inderdaad een onoverbrugbare afstand, vrees ik, hier zo in de laatste 500 meter. En is het inderdaad Vidar die hier samen met Njort sowieso doorgaan. Een tijd die inderdaad een stukje sneller is dan in de voorgaande wedstrijden. Maar ja, wat we ook al vaker hebben gezegd, het is toch ook altijd wel een beetje koffiedik kijken. De ene wedstrijd is de andere niet. En het hoeft niet
een reden te zijn om dat helemaal met elkaar te gaan vergelijken, Michiel. Absoluut niet. En vooral moet je gaan kijken of Argo, die op dit moment de derde plek bezet, nog moet gaan vrezen voor een eindsprint van Saurus uit Maastricht. Of Saurus nog iets in de benen heeft, of ze voor niks vanuit Maastricht zijn gekomen. Nou, ik heb het idee dat Saurus uit Maastricht er het gas onder heeft gezet en heeft gezegd, jongens uit Argo, gaan jullie maar lekker figuurzagen weer daar in dat Wageningse. En laat het vooral maar aan ons over, die finale van de lichte beginnelingen, Vimet. Ja, we hebben wel rode pakjes, maar die rode lantaarn, die willen wij niet dragen voor. Volgens ons is het de strijd achterin. Vidar komt nu als eerste over de finish. En zij worden gevolgd door Njord. Zij liggen sowieso in die finale. En is het dan Argo of is het dan Saurus? Vooralsnog lijkt het Argo te zijn. Maar kan Saurus hier nog een hele harde eindsprint eruit de laatste paar halen? Het is toch Argo geworden, dames en heren. Argo die pakt die finale plaats. En na een toch wel slechte start, kunnen we zeggen, pakken zij toch die finale plaats na dat leidende duo. Ja, maar ja, dan moet je misschien ook toch helemaal niet zo heel erg blij zijn, want als je zeker weet dat je geen rol van betekenis gaat spelen in die finale van later vanmiddag, dan is het toch wel een klein beetje teleurstellend te noemen. Maar misschien een nieuw strijdplan opgesteld door de coaching, dat kan misschien nog wonderen doen. Maar voor het zover is, gaan we al gelijk door naar de volgende voorwedstrijd. 12:18 is het. We krijgen namelijk nog twee voorwedstrijden van de lichte dames beginnelingen dubbelvieren. En dan hebben we het over gestuurde dubbelvieren. En dan hebben we ook nog twee voorwedstrijden van de lichte dames nieuwelingen dubbel 2. Dan krijgen we nog de nieuwelingen 2 zonders. En dat is een veld waar Hidde Heineman zich de hele nacht en de hele ochtend al op heeft zitten verheugen. En ja, dan hebben we ook nog voorwedstrijden van de echte kanonnen met de senioren A8. Ze komen namelijk onze kant op om 12:50 ongeveer, over een half uurtje dus. En dat zijn de laatste paar velden die wij voor de middagpauze gaan behandelen. Eerst dus de lichte dames eerstejaars, of moet ik zeggen, lichte dames beginnelingen dubbel 4 met stuurvrouw met in baan 3 Triton, in baan 4 Egier, baan 5 Saurus, in baan 6 zien we Vidar en dan hebben we Laga het dichtst bij ons onder de wal als hekkensluiter, maar niet de laatste en ook zeker niet de minste. Nee, zeker niet de minste. Hoewel ze gisteren dus de finale gemist hebben in dat eerstejaars lichte damesveld. Want het is eigenlijk het grootste gedeelte van die finale die ook in de eerste voorwedstrijd ligt. Zowel Triton, Eger, Saurus als Vidar gaven daar acte de présence. Argo die heeft dat toen gewonnen. Argo ligt hier natuurlijk niet in, want zij hadden al eerder hun eerste blik getrokken. En mochten zich daarmee dus niet meer inschrijven voor dit veld. Het is op dit moment Egier die volgens mij goed uit de startblokken is gekomen. En dat zijn ze ook wel een beetje aan hun stand verplicht als je kijkt naar het algemeen klassement in dat eerstejaars damesveld. Ja, Egier met Freya Offens, Lara van Rensen, Ilonka de Keizer, Jildau Bruggeling en stuurvrouwen Else Westervoorde. Je zei het al even, Gaber, maar ze doen het heel erg goed in dat eerstejaarsveld. Ze hebben daar nog geen tellende overwinning geboekt, want anders waren ze hier wel niet ten tonele verschenen. Maar gisteren waren ze toch weer echt een enorm goed bezig in dat veld. Ze verloren weliswaar volgens mij van die ploeg van Argo uit Wageningen, die toch ook een klasbakkenstel is bij elkaar. Maar ik vind het heel leuk om te zien dat Egier ja, eigenlijk helemaal geen bekende speler in dat lichte dames eerstejaars vierenveld. Vorig jaar toch een beetje lelijk eentje. En nu dan vooraanvarend dat zij zich toch zo goed hebben weten op te richten in het hoge noorden. Laga doet het ook helemaal niet slecht hoor. Onder de wal ligt gewoon nek aan nek met Egier na 500 meter. Het verschil, nou 2/25ste van een seconde om precies te zijn tussen de nummer 1 Egier en de nummer 2 Laga. Laga met de mejuffrouw en waterlander Mekel van Remund, Michielsen en Theeuwen achter de stuurtouwtjes doet toch ook een lekker fris tempo ook vooral. En dat is wat je nodig hebt, Gabe. Tegen deze wind of met deze wind mee moet je tempo hoog houden. Lekker blijven tikken, hoog zitten en proberen over die golven te gaan. Oh, een enorme snoek daar volgens mij bij die ploeg van Saurus. Ja, de nummer 2 slaat daar een snoek. Er wordt al gelijk ingezoomd op de ploeg daar inderdaad. Anne en May Dabekausen, die daar een enorme missaal heeft. En die liggen helemaal stil. Helemaal stil. Daar is gewoon een streep door te zetten. Die gaan niet meer meedoen voor de finale plekken, jongens.
Nee, Saurus die heeft hier hun portie aan Maarten gegeven. Zij zijn klaar en mogen inderdaad gewoon linksaf afslaan en zometeen een boot op de botenwagen leggen en op naar het Maastrichtse. Nee, het gaat zoals het nu lijkt in ieder geval tussen Egir en Laga. En Vidar die gaat ook nog een stukje mee. Triton is toch ook wel weer ja, een beetje tegenvallend. Gisteren een hele goede voorwedstrijd waarin ze lekker mee konden komen, maar ze hebben nu toch een kleine moeite om de snelheid van Egir en Laga te kunnen volgen. Ja, die snelheid, en dat is uiteindelijk nodig, hè? Dat je die snelheid constant houdt. Dat is bij eerstejaars is dat gewoon verschrikkelijk moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En soms zie je natuurlijk in zo'n eerstejaars veld, in een eerstejaars ploeg, zie je verdwaalde tweedejaars, derdejaars, soms als een vierdejaars zitten, oud-competitieroeiers. Maar als je te maken hebt met onervaren roeisters, en dat wil het in dit geval nog wel eens zijn, ja, dan wil het ook wel eens een keer een snoepje voorbij komen. Zeker onder deze moeilijke omstandigheden. En die dames van Laga, die hebben het toch goed voor elkaar, hoor. Die hebben het toch iets makkelijker, gaan zij over die golven heen, iets dieper door de boot heen, heb ik het idee. En die dames van Egir hebben het tempo ook vooral een beetje laten zakken. Het is niet zo fris meer, het is een beetje hangerig en sleurderig geworden, Gabe. Ja, dat zeker. Ze hebben volgens mij ook de adviezen om wat dieper door te sturen een beetje te ver doorgevoerd. Want je moet natuurlijk bij de intake wel je blad weer omlaag doen en je hendel omhoog. En dat gebeurt er niet bij Egir. Ze maken korte prikhaaltjes en ja, dat is te weinig om die bootsnelheid vast te houden. En je ziet dus dat Vidar langs de rand doorschuift. Waarschijnlijk gaan ze die finale wel halen, want Triton ligt toch ver achter. Maar ze moeten wel eventjes hun beste beentje voorzetten om vanmiddag in die betere banen te kunnen liggen. Ja, Laga deed gisteren niet mee in dit veld, of in ieder geval niet met deze ploeg. Dit is een andere ploeg dan de ploeg die eerstejaars is, met Nina Prins, oud jeugdroeister op de slagplek. Dit is een ervarener ploeg en vandaar ook dat zij dus nu aan de leiding gaan. 1000 meter dus gehad, 3:45:28 is de tussentijd voor de Laga ploeg. En nu is het toch wel een beetje peentjes zweten, Groningse peentjes in dit geval, want de Egir dames verliezen steeds meer terrein. En Hildau Bruggeling daar op slag, die moet even het ritme weer fris maken. Op commando van stuurvrouwen Elzer Westervoorde moet gewoon even het ritme weer omhoog. Vidar van het lijf geschud worden, want voor je het weet komt ook Triton op de deur kloppen. En dat is altijd iets waar je helemaal niet vrolijk van wordt, dat je Utrechtse familie opeens aan de deur staat en dat je denkt, ik heb helemaal geen kruidkoeken in huis, de thee is ook op en ik heb helemaal geen zin op zondagmiddag in bezoek uit Utrecht. Nee, dat kan ik helemaal begrijpen. Toch zit Utrecht weer aan tafel en komen ze toch weer op bezoek. En als ze dan op bezoek komen, dan gaat het er ook vaak flink overheen, kan ik je vertellen. Het is momenteel nog een vierde plek. Maar ja, kan het kruid nog geschoten worden? En dan zou het zomaar kunnen zijn dat de koek toch op is en het laatste kruimeltjes die nog in de kast liggen, die worden dan ook opgegeten. Nou ja, koek ten spijt, het lijkt er toch wel op dat Egir zich er een beetje herpakt heeft, hoor. Vidar komt er niet voorbij. Egir ligt nog steeds op die tweede plek en ook de afstand met Laga lijkt een beetje minder te worden. Ik ben heel benieuwd hoe die laatste 500 meters worden geroeid. En of er inderdaad nog een eindsprintje in zit bij een van deze drie ploegen. Ja, 5 seconden. Veel hoor. Ik sprak een hoopvol uit. Alsof er een confrontatie aan zat te komen tussen Triton en Egir. Maar inderdaad, jij zegt het, Gabe. En het is helemaal waar. Die vereniging waar jij zo blij van wordt uit het Hoge Noorden, heeft zich gewoon heel goed herpakt. Ligt gewoon keurig op een tweede plaats. En Triton moet 5 hele secondes goed gaan maken. Nou, dat is eigenlijk niet te doen daar. Dames en heren, ook in deze omstandigheden niet, waar de wind in de zeilen kan komen en je heel erg snel wat goed kan maken, moet je gewoon van hele goede huizen komen. Wil je dat daadwerkelijk voor elkaar weten te boksen? Weten te boksen, zoals die jongens vannacht ook hebben gedaan. Ik weet niet waar u was om een uurtje of 6 vanochtend, maar ik zat voor de tv en ik zat te kijken naar Manny Pacquiao en Floyd Mayweather en ik dacht, dit is me toch een saaie partij boksen. Ik ga liever naar de Willem-Alexanderbaan kijken, naar de lichte dames beginnelingen dubbelviertjes, want dat is toch een verschrikkelijk stuk spannender dan twee lichtgewichten, vedergewichten in een ring om elkaar heen te zien dansen als waren ze twee danspartners bij So You Think You Can Dance Hidden. Het was inderdaad een beetje ballet in de boksring en we krijgen hier ook het waterballet van de roeiers. De laatste paar meter die worden nu afgelegd en het is de vereniging van de man die naast mij zit, Gabe Mensinga, die alle zeilen bijzet om nog een beetje wind te pakken, maar het is vooralsnog de rode vereniging hier onder aan de wal in baan 7.
even die de leiding gaat pakken. Ja, Laga pakt die overwinning en het is toch knobbelig water hoor. Ik zie de eerste golfjes, witte koppen op de golven van de Willem-Alexanderbaan. En ik denk dat het maar goed is dat Egi nu over de streep is. Dat ook Vidar over de streep is gekomen. Terwijl Triton nog een goede eindsprint had hoor. Maar het was absoluut niet voldoende voor de finale plek. Want die finale plekken die gaat ook niet naar Saurus, die zo onfortuinlijk wisten te snoeken. Want die finale plekken gaan gewoon keurig naar Laga, Egir en Vidar. Nadat we eerder natuurlijk al een aantal andere ploegen voor ons bij zagen komen. Wij kijken even een beetje verbaasd naar, want wij zouden verwachten dat de tweede voorwedstrijd van de Lichte Dames Beginnelingen dubbel 4 op ons afkomt. En dat is ook wel het geval, maar onze tijdregistratie die zegt even wat anders. Gelukkig hebben wij ook de beelden van de Nokia 3310 van Harm Hermsen van Time Team. En daarop zien wij inderdaad gewoon 8 riemen het water in en uitgaan. Dat is een dubbel 4. Want zoveel kan ik nog wel zeggen, ondanks die 3,1 voor het centraal schriftelijk in 2002 hidden. Ja, het is inderdaad 8 pixels met 4 pixels ertussen. En dat geeft dan inderdaad 8 riemen en 4 poppetjes. Ja, ik heb een beetje het idee alsof ik weer Duck Hunt aan het spelen ben op de Nintendo Entertainment System. Maar hidden, we zeggen het 8 riemen. Maar dan moeten we wel 2 boten in elkaar gaan schuiven. Want we zien hier toch opeens weer dubbel 2'tjes voorbij komen. En dan vragen wij ons eigenlijk af, wedstrijdleiding al wedstrijdleiding, kom ons even vertellen wat er met die tweede voorwedstrijd is gebeurd. Met die ploegen Njorte Azepos, Protas, Gias en Okeanos. En of we die alsjeblieft nog een keer aan de start gaan zien verschijnen. Want dit is de dubbel 2 wedstrijd die nu gestart is met Njort, Nierhuis en Vidar. De lichte dames, dus nieuwelingen dubbel 2, eerste voorwedstrijd. Die eigenlijk pas over 2 minuten zou moeten gaan starten. En hier in beeld ziet u dan die andere dubbel 4 wedstrijd. Daar is dus wat omgegooid. Ongetwijfeld iets mis mee, Gabe Mensinga. Want anders hadden ze die al eerder uit de startblokken weggeschoten. Nou, ik moet zeggen, toen we net even een kleine pauze hadden met wat muziek. Toen zag ik al een aantal Gias-riemen op de fiets verdwijnen. En meestal is het geen goed teken als er Gias-riemen per fiets worden vervoerd. Dus ik vrees dat er daar een klein technisch probleempje is geweest. Maar ongetwijfeld is het opgelost. Want die dames, dus met Merel Jacobs als stuur, die waren daar goed te zien aan de start. Dus die komen zo onze kant op. Vooralsnog is het dan de lichte dames nieuwelingen 2 die deze kant op is geschoten. Met in op boei 3 Njort, boei 4 Nierhuis 1, boei 5 Nierhuis 2 en boei 6 Vidar. En het is wederom de lichtblauwe vereniging uit Leiden die de leiding neemt met een goede 2 seconden. En dan kijk ik even naar mijn linkerhand en dan vraag ik 2 seconden in zo'n lichte dames nieuwelingen dubbel 2 veld. Is dat veel? Is dat weinig met deze wind? Wat gebeurt er dan? Ja, met deze wind is dat heel moeilijk te zeggen. Hè? Dat vind ik een goede vraag die je daar stelt. Dat als jij naar buiten kijkt, dan denk je, nou, we kunnen bijna de Nederlandse kampioenschap een windsurf gaan organiseren hier. Want het wordt alleen maar erger en erger. En ik mag hopen dat het de rest van de middag tot een uurtje of 6 vanavond niet nog meer wordt. Want dan zouden we misschien moeten gaan denken aan het annuleren van de wedstrijden. Want het water wordt alleen maar knobbeliger, alleen maar moeilijker, alleen maar meer golven. En 1 snoek is genoeg om je boot helemaal stil te leggen. We zagen het net al bij die lichte dames 4 van Saurus gebeuren. En een lichte dubbel 2 ligt nog sneller stil. En die krijg je dan wat sneller op gang. Maar 2,74 seconden, die voorsprong van Willemijn Sneep en Jeannette van der Linden van Njort, is dan als sneeuw voor de zon gelijk verdwenen gegaan. Ja, dat kan zomaar over zijn. We zagen het inderdaad net bij Saurus. Saurus die gewoon helemaal stil lag. En ja, dan kun je gewoon niks doen. Als je zo'n snoek slaat, dan zit je riem vast in het water. En dan kun je helemaal naar de bewegen. Maar die riem die wil niet meer terug totdat je je boot helemaal stil hebt gelegd en hem dan weer eruit kan draaien. Dat is heel erg vervelend en het gebeurt gewoon af en toe. Maar vooralsnog is het nog niet aan de hand voor die dames in baan 3. Die dames van Njort, Jeannette van der Linden en Willemijn Sneep, die liggen daar gewoon ruim aan kop hoor. Ja, kennelijk hebben ze daar behendig leren roeien op het Galgenwater in Leiden vorig jaar. 2 dames die onderdeel waren van de succesvolle lichte dames 4 van de KNZV. Hier toch al een aantal blikjes heeft weten te sprokkelen vorig jaar. En Hidde Heineman, jij hebt inmiddels de windvanger heb jij erbij gepakt. Jij hebt even de voorspelling bekeken en jij zegt, het wordt nog een beetje krapjes volgens mij qua windsnelheden. Ja, ik ben net even met mijn iPhone heb naar buiten gestapt en heb de windfinder onderop vastgeklikt. En daar stond al een goede 17 of een goede 15 knots rond dit tijdstip.
En het wordt rond een uurtje of twee iets minder, maar dan rond een uurtje of drie, vier, vijf gaat het weer wat toenemen. En dan niet alleen de windkracht, maar ook de windvlagen. En ik denk, als ik dan weer naar mijn linkerhand kijk, dat vlagen, vooral met die kleinere boten, wel gevaarlijk kan worden. Ja, en vooral die windvlagen vanaf verschillende richtingen, want die windrozen op mijn scherm, die gaan ook alle kanten op. De wind die gaat draaien en dat kan wel eens betekenen dat er een hele andere situatie op deze baan ontstaat, waar er nu nog een flinke wind mee is. Zou het zomaar kunnen zijn dat er echt windvlagen van opzij komen. En ja, dat is toch wel lastig roeien hoor. Ja, lastig roeien. En dan blijven de behendige dames blijven over, zoals hier Willemijn Sneep en Jeannette van der Linden van de KSV Njort, die toch over die golven dansen. En dat moet je ze dan ook wel weer meegeven, Hidde Heineman en Gabe Mensinga. Dan mag er inderdaad een hartje op het beeld komen, want die zijn als enige zijn zij in staat om het een beetje fatsoenlijk af te leggen. Dit levert ze ongetwijfeld wat likes op Facebook. Misschien wat Tindermatches als we dan toch even bezig zijn. Want met nog 500 meter te gaan is er één ploeg die soeverein aan de leiding gaat. En dat is Njort uit Leiden, die nu al uit beeld verdwijnen, terwijl de volgende ploeg nog in beeld moet komen. Nou, dan zeg je wat over jouw kwaliteitsslag die je hebt gemaakt. Nierhuis komt nu pas binnen de richting van de 1500 meter. Hij heeft een achterstand van 15,4 seconden. En dat is toch fors te noemen, Gabe? Nou, fors noem het maar een gapend gat. Dat is echt iets waar je gewoon niet meer zeg maar van herstelt. Het is wel zo dat de nummers 1, 2 en 3 doorgaan naar de finale. Maar hier is het duidelijk van een flink klasseverschil. De dames van Nierhuis, dus Lize van Genuchten en Margot Rakers, die zijn gewoon niet opgewassen tegen het geweld van Jeannette van der Linden en Willemijn Sneep. Nou, Jeannette van der Linden, Willemijn Sneep zouden eigenlijk gewoon rustig aan moeten gaan doen. Want ze kunnen natuurlijk prima hun krachten sparen voor vanmiddag. Ze hebben die krachten misschien ook nog wel nodig. Want vanmiddag moet er gewoon nog een finale geroeid worden. En terwijl ik dat zeg, denk ik van, nou, misschien moeten wij, terwijl wij ook heel duidelijk kunnen zien dat het verschil achterin nog wel gemaakt moet worden tussen Nierhuis en tussen Vidar voor die derde finale plek. Misschien moeten wij dan toch als eerbetoon aan hen misschien zeggen, dames, jullie moeten straks gewoon lekker een boterhammetje eten. Misschien een stukje fruit tot je nemen. Misschien met slagroom, als het er nog maar bij kan. Want dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij, of niet, Hidde? Ja, dat zeker. Een overwinning, dat vier met een lekker hapje. Ik heb dat vaak gedaan. Ik heb veel overwonnen. En dan vier dat met een lekker hapje. En dat is eigenlijk best wel oké. Okay. Nou, als jij één ding hebt overwonnen, Hidde, dan is het gewoon wel de honger die jij overwonnen hebt met een lekkere grote slagroomsoes die je naar binnen hebt geschoven. En ik denk dat Jeannette van der Linden en Willemijn Sneep, ook al is dit de voorwedstrijd, in ieder geval een hapje slagroomsoes hebben verdiend. En in ieder geval ons respect krijgen vanuit de finishtoren voor een hele, hele knappe voorwedstrijd. Een hele overtuigende overwinning om 12:34 op 3 mei 2015. Look all on her face, surely dancing like she knows she's the baddest.
what you wanna do. Got a freak on dress on, them newbies on her feet, and them bottles with the sparkles so the other girls can see that she's great. I wanna get with you. Right now, big Snoop Dogg and I came to get down. Yes, I'm internationally known. Libra love and make you moan and groan. Yeah, burn my gas like race cars. Two bad bras with a bass on. I never let a girl that I wait for. I seal my deal like Jada. All that and then some. Pimp real for real when I win some. I remember what you're thinking. What? Black shades on, drinking while you're blinking. Something fly white limousine, make a clean getaway. I love the clothes with you about, the way you let it out. She out to go in, she likes that low end. Damn, her ass is so big. Just keep it bumping. Beaches in the cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Shorty dancing like she knows she's the baddest in the place. Ja, dit is dan de missende voorwedstrijd waar we het net al over hadden. Die lichte dames beginnelingen dubbel vieren voorwedstrijd nummer 2. En Louis, spannend hoor, voor die eerste paar plekken, die eerste drie plekken waar het dan uiteindelijk om draait. Njort die krampachtig probeert om die ploeg daar naast hen in de banen van het lijf te houden. Die ploeg die daarnaast hen ligt, de Hazelsappels de Vliet, ligt daar namelijk links van hen. En die wil uit alle macht ook wel zo'n finale plek. We weten sowieso dat Gias en Okeanos het gaan redden, dichter bij ons. We weten ook dat Proothuis het niet gaat redden, die ligt iets te ver weg. Maar Njort, die eerstejaars dames van de KZV, die met de lange ruggetjes voorin proberen zoveel mogelijk lengte te pakken. En net een driekwart bootlengte voorsprong verdedigen ten opzichte van Hazelsappels. En die finale plek weten te overleven. Ja, zeker. Zij pakken die finale plek hier. En zij mogen straks gaan meestrijden met die andere boten die al een voorwedstrijd geleden hier binnenkwamen. Laga, Egier en Vidar. Samen met de drie finishende ploegen die ze juist zijn binnengekomen. Die mogen gaan strijden later deze dag in die finale. En ondertussen is het tij ook weer gekeerd. Er zijn twee poppetjes uit de boot ten opzichte van wat we net zagen binnenkomen. En gaan we door met die tweede voorwedstrijd van de lichte dames nieuwelingen dubbel 2. Ja, de lichte dames nieuwelingen dubbel 2, waarin vijf andere teams aan de, of ploegen aan de start hebben gelegen. En nu dus inderdaad al bijna op die 1000 meter liggen. Op baan 3 is dat de ploeg van Vidar Terta. Op baan 4 is het Gias. Op baan 5 Egier. Op baan 6 is het Nierhuis 3. En op baan 7 is het Scani Pelargos. En als we dan even gaan kijken, zijn het de ploegen van zowel Nierhuis als Vidar Terta die het snelste uit de startblokken zijn gekomen. En ook op de 1000 meter zijn zij degene die hier zo het veld leiden, Hidde. Ja, dat is zeker waar. Zij leiden hier het veld, maar niet met heel veel. De eerste drie boten, daar zit dan een secondje of twee tussen. En we zagen het net al, die twee seconden, die kan je of weer bijtrekken met deze wind. Of je kan hem, zoals die dames van Njord deden, helemaal uitbreiden naar een goede 15 seconden. En dat doen ze wel al ten opzichte van de nummer 4 Scadi Pelargos combinatie. En al helemaal ten opzichte van de nummer 5. En dat is de ploeg uit het hoge noorden, Egier. Die liggen ver achteraan. Maar het kan nog een leuke strijd worden tussen nummer 1, 2 en 3. Maar ja, maakt dat dan eigenlijk nog uit? Het gaat om die derde plek. Wie pakt die eerste, tweede of derde plek? Daar
daar gaat het om. En ja, die mogen straks de finale gaan maken. Nou, het draait zeker wel om wie de 1, 2 en 3 in deze voorwedstrijd worden, hoor. Want als je gaat kijken naar het veranderlijke weer, dan wordt het nog belangrijker dat je in die goede banen ligt. En als je dus je eerste tijd in de voorwedstrijd hebt, dan krijg jij de beste baan toebedeeld. En dat is toch wel een goed voordeel te noemen hier. Ja, de wijsheden van Gaber Mensinga, dames en heren, zondagmiddag. En hij is op zijn goeroestoel gaan zitten. Gaber Mensinga, goeroe Gaber noemen we hem ook wel eens. Dan plakt hij een baard op zijn snuffert. En dan ziet hij er gelijk ook weer 60 jaar ouder uit. Dan heeft hij zo'n mooie Chinese krulsnor. En dan noemen we hem goeroe Gaber. En dan vertelt hij ons precies hoe het ervoor staat. En dan vertelt hij ook precies dat het gat naar de achterhoede van deze voorwedstrijd verschrikkelijk groot is. Normaal gesproken denkt u, nou, dat is een tweede wedstrijd die er achteraan komt varen. Maar nee hoor. Niks is minder waar. Er is gewoon een verschrikkelijk groot gat geslagen door drie ploegen. En twee ploegen kunnen er niet met die snelheid mee. We zien die Vidar-Teta combinatie die toch al twee weken geleden ook al zo goed voor de dag kwam. We zien Nierhuis 3 wat dichter bij ons. En we zien daar ook nog in de buurt Gias met Sarika Hogendoorn en Lisa Heij. Die de derde plek vast weten te houden. En dan moeten proberen om nog een klein beetje mentale tik uit te delen in de laatste 500 meter, Hidden en Gaber. Ja, je ziet hier zo inderdaad hem Neerhuis die toch wat verder weg aan het lopen is van Gias en Vidar-Teta. Joelle Zaal en Judith de Wilde die de goede slag te pakken hebben. Die boot aan het doorversnellen zijn. En dat vertaalt zich in een oplopende voorsprong van nu ongeveer 3 seconden ten opzichte van die andere ploegen. Ja, nou heb ik even een vraag, jongens. Jij had het net over, Goe Gaber had het over die beste baan krijgen. Hoe wordt dat precies berekend? Hoe gaat dat dan zo dadelijk later deze middag? Nou, het voordeel is dat we niet op de bosbaan zijn en dat het de Willem-Alexanderbaan is waarover het algemeen, waar de wind ook vandaan waait, is het allemaal redelijk eerlijk te noemen. Dus het maakt niet uit welke baan je krijgt. Maar als je gewoon de voorwedstrijd wint, dan krijg je de baan in het midden. Dan krijg je baan 4 of baan 5 krijg je over het algemeen toebedeeld. Of je krijgt, als jij de tweede of derde wordt, dan krijg je steeds meer naar buiten. En de minst snelle ploegen liggen over het algemeen helemaal aan de buitenkant. Dat is hoe het over het algemeen gaat. En natuurlijk kan de wedstrijdleiding nog wat dingen veranderen, mocht het toch nodig zijn. Maar ik vermoed niet dat dat gaat gebeuren. Nog 250 meter te gaan voor die Neerhuisboot, Neerhuis 3 met Judith de Wilde en Joelle Zaal. En die hebben gewoon een prima gaatje geslagen met de andere twee boten die achterin aankomen. Namelijk Vidar-Teta combinatie en Gias. Maar misschien moeten we dan toch al gelijk maar concluderen, jongens, dat dit een strijd is die gestreden is gegaan bij Nieden. Ja, deze strijd is zeker gestreden. En ik denk dat we niets anders kunnen concluderen dat straks bij de dames van Njort en de twee dames van Neerhuis ook deze ploegen zich gaan voegen. Dus nog een ploeg van Neerhuis. Dat brengt het in totaal op 3 ploegen die dadelijk in de finale de acte de présence gaan geven. So close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. So close to you right now.
us right now. And there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. De SA8 schieten uit de startblokken, maar wij hebben natuurlijk nog tussendoor de nieuwelingen twee zonders voorbij zien komen. En waarom was het nou stil, dacht u misschien. En misschien dacht u ook wel, nou wat lekker, het is even stil. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar het ging er namelijk om dat in die eerste voorwedstrijd de eerste twee en de tijdsnelste derde doorging naar de finale. Dus eigenlijk was dat een beetje spek en bonen verhaal. En de derde tijd, ja, die staat op dit moment op de naam van Triton 1. En dat is dan 7:24,50. En dan gaan we gewoon even kijken naar die tweede voorwedstrijd met Euros, Triton 2, Laga 2 en Laga 1 in de baan. Wie daar dan helaas pindakaas moet afhaken en wie misschien die tijd van Triton 1 kan aanvallen, Gabe en Hidde. Ja, en volgens nog is Euros daar zo degene die aan het langste eind trekt. Met 5:27,43 zijn zij als eerste doorgekomen. Gevolgd door Triton in 5:28,72. En moeten de Laga-ploegen dus gaan uitvechten voor die snelste tijd. En tot op heden is het best wel spannend. Want ze liggen bijna gelijk aan die Triton-ploeg in de eerste voorwedstrijd qua tijd. Ja, misschien moeten we dan ook even zeggen dat het na 1500 meter was dat ze doorkwamen. Want voordat iedereen denkt dat er wereldrecords worden gerealiseerd
in de twee zonder op de Willem-Alexanderbaan. Zo ver is het nog niet. Misschien komt dat wel volgend jaar als hier de wereldkampioenschappen roeien georganiseerd worden. Voor niet-Olympische nummers, voor junioren en voor roeiers en roeisters onder 23 jaar. Eén grote pot nat wordt het dan hier op de Willem-Alexanderbaan. Kunnen wij wel concluderen dat Triton hier de wedstrijd gaat winnen. Triton 2, want die heeft de leiding overgenomen van Euros Triton 2 met Nick Jansen en Tom Bresser. En ook Jonas Riksen en Jeroen Mol van Euros gaan sowieso naar de finale. En dan kijken we naar de tijd van meneer Willemsen en Ottenheim van Laga. En die is een fractie sneller dan de tijd van Triton 1 in de eerdere voorwedstrijd. Dus Triton 1, helaas moeten we van hen afscheid nemen. Want het verschil is 17e van een seconde in hun eigen nadeel. Ja, en ik zie daar beneden een Lagaier die erg tevreden is met deze toch wel plek binnen die finale. Het is inderdaad Triton 1 die afvalt. Gelukkig is er voor die donkerblauwe vereniging dan nog een Triton 2 die wel mag starten. En dan is het oké. Okay. Ja, een andere Utrechtse ijzer in het vuur. Terwijl Laga hier de rode lantaarn binnenkrijgt. Laga 2 die geen aandeel had. Of in ieder geval geen indruk op ons kon maken in die voorwedstrijd van de nieuwelingen 2 zonder. De laatste twee voorwedstrijden dan met de senioren A8'en die op ons afgestormd komen. En ik denk dat we de eerste tijden onder de 6 minuten zo direct wel gaan zien. Want dat zou zomaar kunnen. Zeker in de tweede voorwedstrijd waar een aantal hele goede ervaren ploegen liggen. Maar in de eerste voorwedstrijd zien we Nierhuis in baan 4, Skull in baan 5 en Laga in baan 6. Met Laga en Skull op dit moment aan de leiding. En ook daar is het weer een verhaal van de eerste twee sowieso naar de finale. En de tijdsnelste, de derde, gaat met hen mee. Dus we krijgen straks 5 finalisten in de finale A van de senioren A8'en later deze middag. Ja, dat is zeker het geval. Het is eigenlijk bijna een racing for lanes, want ze zijn inderdaad maar met 7-8 aan de start. Van deze eerste wedstrijd, deze eerste voorwedstrijd, is het in ieder geval Laga die op de 1000 meter als eerste doorkwam. Laga die dus inderdaad hier met een mooie 8 aan de start ligt. Nierhuis is degene die op dit moment nog moeite heeft om te volgen. Moeite om tempo van zowel Skull als Laga te volgen. Ja, Laga met op boeg Daniel van Laken en daar Louis Stolper voorzittend. Twee jeugdroeiers die wel weten wat hard roeien is. Ook onder moeilijke omstandigheden over die golven kunnen dansen. Want laten we het nog maar een keer vermelden. Gisteren was het een spiegeltje. Vandaag overal toch wel voorzichtige schuimkoppen te zien op de Willem-Alexanderbaan. Skull daarnaast toch ook geen vervelende ploeg. Job Huigsloot, ervaren man op de slagplek. En gisteren nam Job Huigsloot het ook al op tegen Laga. Want toen zat hij gewoon vrolijk in een 4 zonder. En nu zijn ze in een 8 gekropen. Skull en Laga nemen ze het nu. Op deze manier leggen ze elkaar het vuur aan de schenen. Laga nog steeds aan de leiding met nog zo'n 500 meter te gaan. En Wessel Schot en Roeland Veldbrugge, de twee slagmannen van Laga, moeten toch echt het tempo wat op gaan voeren. Want Skull gaat het initiatief overnemen. 500 meter nog te gaan. Skull nu aan de leiding met een halve taf voorsprong op de oude 8 van Laga. Laten we het dan zomaar noemen. Olivier Siegelaar zit er natuurlijk niet in. Die missen we dan in dit geval. Maar dit zijn de andere 8 krachten die de DSRV op het water wil leggen. Maar Skull heeft het initiatief en gaat dat ook niet meer afstaan. En Nierhuis heeft volgens mij ook nog een kleine eindsprint in de benen. Daar is het tempo flink omhoog gegaan. Dus de stuurvrouwe Doreen Melman heeft daar een goed commando gegeven. Want die denkt, nou die 3,82 seconden die wij achter liggen, die kan ik nog wel goed maken. Ja, zij heeft het heel goed op het netvlies wat die Lagaiers en de mannen van Skull aan de andere kant van Amsterdam, allemaal van de Jan Vroegopsingel natuurlijk, die heeft ze gewoon nog in het zicht. En zij weet, mijn mannen, die kunnen dit. Zij heeft natuurlijk al die trainingen afgewerkt op die mooie Amstel. En zij weet waar het sterke punt van die Nierhuismannen ligt. Van die Neriden die inderdaad die eindsprint nu echt aan het inzetten zijn. Maar is het op tijd geweest? Is het op tijd geweest om toch die finale plek te halen? Die derde plek, daar lijken ze een beetje zeker van. Maar in de volgende wedstrijd liggen ook nog toppers hoor. Dus ze zullen echt moeten doorvaren om die snelste tijd derde te worden. Ja, Skull is gevlogen. Zoveel kunnen we wel zeggen. Die Amsterdammers die zien we niet meer. Want die gaan zo direct de winst halen. Tenzij Laga toch altijd een ploeg die goed kan eindsprinten. Nog iets uit de hoge hoed weet te toveren. En er komt toch inderdaad een flink konijn tevoorschijn. Een Delfts konijn. Want hier lijkt het toch Laga te zijn. Die op de meet net een millimeter eerder over de streep weet te komen. Ik denk dat het Laga was.
was het Rode Gevaar uit Delft. Die in een mooi wit nieuw bootje, een mooie Filippi, de winst zitten te halen. 6-0-6-0-3 inderdaad voor Laga. Skull tweede met 6-0-6-48. En schrijf het maar op jongens, 6-0-9-95 voor Neerhuis. En is dat dan voldoende voor die derde kwalificerende plek voor de finale? Dat gaan we zien in de tweede voorwedstrijd. Een voorwedstrijd met vier ploegen die inmiddels al in de baan liggen. U ziet ze hier voorbij komen met denk ik vooral de ploeg in baan 3 die interessant is. De Vidar Terta Scadi combinatie, de Universiade 8 met Reinier Spillenaar Bilge op de slagplek. Varsity winnaar in optima forma. En hij krijgt gezelschap van een heel zootje met de Zuiderlingen. Want zo mag ik ze toch wel noemen, die mannen van Terta en Vidar. Die heeft hij voorgeslagen, of die is hij aan het voorslaan. En hij hoopt natuurlijk daar goede zaken te doen. Wie zien we ook? Nou, dat is een Scadi-combinatie met Vincent Klaassen, Jasper Tissen, Peter Grunder en David Fox erin. En dat zijn nou dan vier zonder die naar de Universiade wil. En die heb ik gezelschap gekregen van Thijs van Luik, Koen Metsenmakers, Jimmer Smits en Jort Timmer. En worden gestuurd door niemand minder dan Petertje Wiersum. Ja, aan Petertje Wiersum van Proothuis. Die ziet inderdaad eigenlijk zijn andere collega Maarten van der Broek niet meer terug. Want die ligt zwaar achter. Want zij liggen namelijk vooraan met de Scani-combi. Peter Wiersum weet zijn mannen naar grote hoogte te stuwen. En zij zijn degene die als eerste in ieder geval die 500 meter passage doorhebben. En ja, als we dan stiekem toch een beetje gaan kijken naar die andere tijden. Ja, dan heeft Neerhuis nog best wel een kansje om door te gaan als tijdsnelste derde hoor. Ja, 1.28.32, dat is de tijd die genoteerd werd door Scani Triton, de derde snelste in deze tweede voorwedstrijd. Maar dat is wel eens een fractie langzamer dan die ploeg van Neerhuis die 1.27.80 noteerde. Dus het zou zomaar kunnen dat er een vrij onervaren acht van Neerhuis het gaat winnen van niemand minder dan David Kuiper. Want hij zit daarin hoor. De Beard zit in de Scadi-Triton combinatie. En die moet met al zijn ervaring vierde op de Olympische Spelen van 2008 in de Holland 8. Reserve in 2012 tijdens de Olympische Spelen van Londen. En nu dan in de acht van Scadi-Triton zittende moet hij proberen om zijn manschappen mee te zeulen richting een snelle derde tijd. Want de andere twee vogels die zijn ruim gevlogen, Gabe. Ja, het is Scani-combi en die Universiade 8 die inderdaad het ruime sop hebben gekozen. En dachten van, dank je de koekoek, wij blijven niet langer. Wij gaan zo hard mogelijk richting die finish. Inderdaad, die schuimkoppen trotserend en eigenlijk daar niks van aantrekkend. Gewoon het blad erin zetten. Hard duwen en zorgen dat die boot zo snel mogelijk hier over finish komt. Misschien inderdaad wel die magische grens van 6 minuten doorbrekend, zoals jij al eventjes aangaf zojuist. Ja, het is de laatste voorwedstrijd, dames en heren. De laatste voorwedstrijd van de Dame Race Roei Regatta 2015. 12 uur 59, 1 minuut voor 1. En gaan we dan inderdaad onder de 6 duiken voor het eerst deze Dame Race Roei Regatta in de voorwedstrijd van de SA 8. De Scadi-combinatie met Vincent Klaassen op slag en Jasper Tissel op de nummer 7 positie. 2:49.44 noteren zij. En dat is iets minder dan 2 seconden de voorsprong op die andere ploeg. Die Vidar Terta Scali combinatie, die Brabant 8. Die voorgeslagen wordt door Reinier Spillenaar Bilge. En gestuurd wordt door Mark Hummelink. Het voorsprong, nou niet meer dan 3/4 bootlengte is het op dit moment. Met daar zien we Peter Grunder inderdaad op positie nummer 6 zitten van Njort. En we zien daar opslag Vincent Klaassen inderdaad van Proothuis. 2 seconden en 20 honderdste van een seconde is de voorsprong naar 1500 meter gaben. Maar vooral, wat gebeurt daarachter? Gaat die Scali Triton combinatie die Neerhuis nog van die derde finale plek herhouden? Ja, vooralsnog is het wachten, wachten. En nu pas zijn ze door die 1500 meter gekomen. Er is toch wel echt een gapend gat geslagen hoor. 22 seconden achterstand al. 4:40.45 gaan we dan heel eventjes terugkijken naar wat Neerhuis in die vorige voorwedstrijd heeft gedaan. En Neerhuis zat toen op een tijd van 4:36.21. Het lijkt er dus op alsof die Scadi-Triton combinatie het niet gaat redden. Ja, goed luisteren Gabe. Even je oren spitsen, want hoor je dat in de verte, dat knarsend tanden. Dat is de David Kuiper die zijn kiezen kapot bijt, omdat hij zo gefrustreerd op positie nummer 7 zit daar. Want hij had natuurlijk heel graag in die finale geroeid, maar op deze manier gaat het absoluut niet lukken. Die worden keihard naar huis gevaren door twee combinatieploegen die een heel stuk beter zijn, misschien ook een heel stuk jonger zijn dan hij, maar vooral ook elkaar het heel erg zuur aan het maken zijn voor die eerste en tweede plek. Het lijkt mij
mij dat die combinatieploeg Visu vier zonder met hun vriendjes uit ongeveer alle windstreken, namelijk Utrecht, Rotterdam en ook nog eens een keer uit het oosten des lands van Focas, die gaan het inderdaad winnen met ongeveer een derde bootlengte voorsprong op de Universiade 8. En dan gaan we tokje tikken, dan gaan we langzaam maar zeker naar die tijden kijken. Dus zien we sowieso dat 5:47:21 ruim onder de 6 is en dat er dus flink is doorgetimmerd in die laatste 500 meter. Maar zien we ook vooral dat de 6:09:95 van Nierhuis langzaam maar zeker genaderd is en volgens mij ook al gepasseerd is. Nee, Skadi Triton, daar kunnen we een streep door zetten. We kunnen een streep zetten door De Beert, door David Kuiper daar op positie 7, want 6:16:44 niet snel genoeg voor de finale AA. En dat is toch een hard gelach voor zo'n ervaren roeier als David Kuiper. Ook Proteus redt het niet. En dat betekent dat wij duidelijk hebben wie er vanmiddag het middagprogramma mogen gaan varen. We hebben ongeveer drie kwartier pauze, dames en heren. Dan gaan we starten met de eerste finale van de dag. En dan hebben we het specifiek over de dames nieuwelingen dubbel 2A finale. Wij houden er dan ook even onze mond. En we gaan lekker even een broodje naar binnen duwen. Een kopje koffie nemen. Doet u dat zelf ook vooral. En we zien u graag om 12:40 weer terug.